Sign. Yo. Oei. Ik heb nog iets in mijn beeld. Wacht. Nu niet meer. Kijk, ik kon het net niet zo goed zien, want ik ging het natuurlijk pas starten toen ik de stream al had gestart. Hallo. Daar ben ik weer. Ja, yay. Nou, jullie doen het ook. Gezellig. Gezellig dat we er weer zijn. Hey Sharon. Hey Roblox met Lois. Hey Crea Shark. Roos. Hi allemaal, gezellig. Leuk dat jullie weer kijken. Lekker vroeg vandaag, hè? 7:30, joh. Ik zat net gewoon nog lekker chill mijn avondeten te eten. Gewoon echt super relaxed en niet op de tijd lettend en zo. En in één keer keek ik op de klok en toen was het al gewoon 7:00. En toen dacht ik, oh, ik wil natuurlijk wel een klein beetje opschieten. We gaan je weer zien op Crea Doe. Eerder live. Dark Princess, ja, we gaan je weer zien op Crea Doe. En dankjewel Sienna Teunissen voor je superchat. Ik heb geen Crea alert. Oh nee. Salweer is niet. Ik hoor hem zelf niet. Rick? Oh, Rick, kijk maar. Wow. Hij zat helemaal in mijn stream. Ik hoor de alerts natuurlijk weer eens niet. Ja, maar echt. What else is nieuw? Het is ook altijd hetzelfde. Ja, ik kom ook nog. Maar Melissa, leuk dat jullie ook weer naar Crea Doe toe komen. Wie komt er nog meer, trouwens? Het verboden woord moet worden Maris. Ah, daar gaan we het zo meteen wel over hebben. Oh, dankjewel Elina. Je bent echt knap lief. Thank you. Mijn complimentjes altijd weer. Dan voel ik me altijd weer helemaal blij. Ja, ik ook. Jee, zo gezellig. Nou, voor de mensen die het hebben gemist, dan moet je even de video kijken op mijn andere kanaal van afgelopen dinsdag. Daarin laat ik allemaal zien wat we gaan doen op Crea Doe en dat het heel erg gezellig wordt. Maar je kan helaas al geen tijdslot meer reserveren, maar dan moet je in die video maar kijken. Dat ging snel. Zo, echt 1:30 na die video was de eerste dag al weg. Dus dat ging echt bizar snel. Het was echt vrijdag, die bleef wat langer staan. Maar diezelfde avond van die video, ja, dat online kwam, waren alle tijdsloten al vol. Dus dat ging wel echt heel snel. Maar aan de ene kant is het ook wel goed dat we dat hebben gedaan. We hebben trouwens sowieso nog steeds ook vrije inlopen. Hè? Dus dat is op alle plekken waar ook een tijdslot is, hebben we ook nog ruimte overgehouden voor mensen die gewoon komen aanwaaien. Dus niet tijdens mijn lunchpauze. Niet tijdens mijn plaspauze. Ik wil voor de allereerste keer ooit dat ik op een beurs sta gewoon een keer lunch als het mag. Dus we hebben dit keer lunchpauze ingepland. Maar ik denk dat die tijden daar ook gewoon staan. Dan kan je gewoon kijken voor plekjes. Kan je er gewoon nog bij komen. En ik ga sowieso een heleboel boekjes ook signeren. Die ga ik gewoon klaarleggen. Proberen, hè. Ik ga kijken of het allemaal lukt. Die ga ik gewoon klaarleggen bij de lounge. Dus mocht het nou echt wel druk zijn dat je echt denkt, nou sorry hoor, maar ik heb geen zin in die vrije inloop. Dat duurt me te lang. Ik heb geen tijdslot. En ik heb geen zin om dus nu lang te wachten. Dan kan je ook gewoon een boekje kopen. En dan zal ik sowieso zorgen dat daar een handtekening in staat. En misschien nog even zwaar. Ik hoop dat ik kom. Ik ga voor iedereen mijn best doen. Benjamin, jee, 1 maand en ik hoop dat ik kom. Ja, dat hoop ik ook, Benjamin. Nee. Ja. Nee, echt niet. Ook niet
voorgelezen. Nee, nee. Horen jullie wel het voorgelezen? Ja. Nee, ik niet. Ik hoor helemaal niks. Dus we laten Rick in de tussentijd. Ik word zo moe van jou. Ja, hoezo van mij? Wat heb ik nou weer gedaan? Jij bouwt mijn computers. Ik hoor het niet. Maar het is niet omdat ik het niet wil horen. Ik heb heel veel zin in Creadoe. Kan ik je eindelijk in het echt zien? Ik hou nu mijn mond. Is ze klaar? Ik weet het niet, hè? Met het voorlezen. Ik weet dus nu niet of ze klaar is. Maar Laura, wat had Laura nu getypt? Kan je heel eventjes kijken hier? Heel even, ja? Ik heb heel veel zin in Creadoe. Dan kan ik je eindelijk in het echt zien. Ah, oh, leuk, Laura. En dankjewel voor je... Ik heb heel veel zin in Creadoe. Dankjewel voor je superchat. Ja, jullie horen het wel. Ja, daar ging ik al wel vanuit, hoor. Maar ik hoor natuurlijk weer niks. En volgens Rick is dat natuurlijk weer mijn schuld. Maar ik doe het toch niet? Ik kan er ook niks aan doen. Rick zei vanmiddag nog... Ja, nu we met OBS werken, dan gaat dat allemaal goed. Hebben we daar geen problemen meer mee? En dan gaat dat gewoon in één keer goed. Ja, OBS, zelfs OBS is niet tegen jouw bestand. Heb je hem maar nu... Ik heb geen idee. Dus we moeten hem weer even testen. Heeft er niet nog iemand zo'n berichtje van zoveel maanden lid? Die je gewoon kan gebruiken. Anders ben ik nu aan het smeken om een kleine donatie voor een test. Nou, ik wil hem pakken start. Ik allemaal nog een keer. Oh jee. Rick, zegt Laura alleen maar. Oh ja, doe maar even het verboden woord. Dankjewel Lisa voor je superchat. Oh. Ik hoorde niks. Maar het was niet voorgelezen. Dat was alleen maar... Maar dan hoor je ook bling, toch? Test, hoor je Maris. Hoor je dit nu? Dankjewel Laura voor je superchat. Nee, ik hoor niks. Saartje, dankjewel voor je test. Nee, ik hoor het gewoon nog steeds niet. Maar Rick die zegt dat het aan mijn oren ligt. Oh, wel lief. Dank jullie wel voor je zaterdag. Zaterdagochtend zie ik je weer. Jee, Melisje. Zaterdagochtend zie ik je weer. Jee, gezellig. Ga je dan ook weer liedjes voor me zingen? Nee, alsjeblieft niet, zeg. Mirjam die zegt, ik heb echt honger, ik moet even wat te eten pakken. Nou, doe dat maar even. Ik heb trouwens ook wat lekkers te eten. Want ik had vorige week had ik iets lekkers voor mezelf gehaald. Namelijk deze. Die waren heel snel op. Maar vandaag geen kinderen in mijn studio. Rick die gaat ze zo meteen meenemen. Yep. Alhoewel dat misschien nu niet zo handig is. Je bent zelf niet zo handig. Nee. We hebben net even Emily getest, nog net voordat we de stream gingen doen. Maar die heeft weer corona. Echt, die heeft het echt pas gehad. Dus ze zei al van, nou volgens mij heb ik weer corona, want ik voel me niet zo lekker. Nou, laat ik hier altijd. Ja, dus die heeft echt net een test gedaan. Echt 7:45, zeg maar. Dus dat waren we nu net nog aan het doen, voordat we hier gingen beginnen. Dus die voelt zich dus niet zo heel erg lekker. Dus ik hoop dat ze er niet zo ziek van wordt. Ik dacht ook dat je dat nu even dan voorlopig niet kon krijgen, zeg maar. Maar goed, zo werkt dat dus blijkbaar niet. Dus... Jij hebt het nog steeds niet gehad als enige hier in huis. Dus de kans is natuurlijk groot dat je het nu wel hebt of krijgt. Ik wil niet weer 3 weken ziek zijn. Ik vond het lang genoeg. Of word je nu dan minder ziek? Hebben jullie al vaker voor de tweede keer corona gehad? Want ja, ik had dus echt het idee. Het is echt pas, hè. Emily heeft pas echt een maand geleden corona gehad of zo. Dus ik had echt het idee dat je het dan even een tijdje niet had, zeg maar. Oh ja, 8 weken lang blijf je positief testen. Ja, nee, dat weten we. Maar dat is niet met een zelftest. Dat is alleen bij de GGD, zeg maar. Dus wij hebben tussendoor ook nog wel weer zelftesten gedaan. Die waren gewoon negatief. Maar nu is het dus weer een positief test. En ze voelt vandaag me ook lekker. Zingen dan 1 maand lid bedoelde ik HE. Nee, echt niet. Melisje, wat moet ik zingen dan 9 april? Ja, dat weet ik niet. Dankjewel voor je superchat. En dat andere berichtje heb ik nu niet kunnen lezen. Dan moet je even naar boven scrollen. Oh jee. Nog verder. Vandaag precies 1 maand lid en beterschap voor Emily. Oh, dankjewel Haasje. Ja, start. Ja, rustig. Rick moet even fixen. Wordt hier wel gek van, hoor. Ja. Maar hoe kan dit nou? Oh, iemand zegt, ik heb precies... Amber zegt, ik heb precies hetzelfde als Emily. Ook deze week. Hè, wat vervelend. Beterschap. Ja, ik hoop voor haar dat ze minder ziek wordt. En ik hoop ook voor haar dat als ik het weer krijg... Voor haar, voor mezelf vooral. Dat ik niet weer zo zieker van word. Want daar ben ik niet blij mee. Maar ja, Rick is intussen aan het kijken waarom ik mijn alerts niet hoor. Ja, ik weet het niet. Dus in de tussentijd kletsen. Oh, ik heb trouwens ook wat te drinken. Ik heb een flesje water. Maar check mijn flesje. Wacht, doet hij hier op scherm?
Oh, nu hoor ik mezelf ineens. Dat is niet de bedoeling, denk ik. Check mijn flesje. Hij is leuk, hè? Ik ga morgen naar de Efteling. Joehoe. Nou, hoe kan dat nou? Ik hoor nog steeds niet. Sienna, ik ga morgen naar de Efteling. Joehoe. Oh, lekker. Geniet ervan. En dankjewel voor je superchat. Deed hij het? Ja! Jee, Jennifer, dankjewel. Je bent op Texel. Je vader heeft op goed gas gegeven. Geniet lekker van Texel. En leuk dat je dan alsnog gaat kijken. Lief. Oh, Livy is ook net getest bij de GGD. Oh, jeetje. Ja, het gaat toch alweer hard ook wel weer, hè? Hé, hey, maar ik had alert. Ja, maar ik heb nu weer gesloopt, denk ik. Nee! Oh ja, want nu staat ook mijn kijkerteller op nul hier zo. Ik kijk zit maar. Klaar met mijn ja, thee. Ja, doet nu niet meer. Een hele pot vol. Nu doet het weer niet? Nee. Mechtel zegt, ik zit klaar met mijn thee. Een hele pot vol. Oh, heerlijk. Wat lekker. Nee, ik hoorde alleen van Jennifer. En nu hoor ik weer niks meer. Nou, oh. Gek vond ik. Oh, maar nu horen zij het dus juist weer niet. Nou, kan dit nou? Dat is toch ook weer raar? Oh, we horen het nu wel. Oh, nu horen zij het weer wel. Nou hoor ik het weer niet. Nou, wat... zoek het uit. Nee, ik ben helemaal klaar. Nee. Dus zo werken we niet. Oh, en Melissa hoorde het wel. Ze hoorde ook de boeps. Ja, nu dus weer wel. Hoorden jullie lief van Jennifer ook? Die net was. Even live testen hoor, jongens. Gaat het allemaal weer lekker hoor. Ah, arme Rick, zegt een morgen. Ja, Rick krijgt hier altijd helemaal de stress van. Dat is hetzelfde als dat we naar de McDonald's gaan. En we staan in de McDrive. En we hebben allemaal nog niet bedacht wat we willen eten. En Rick die rijdt en die zit aan het stuur. En die heeft als enige wel bedacht wat hij wil eten. En dan wij dan... Oh nee, ze hoorden dus niet die van Jennifer. Toen ik hem dus wel hoorde. Ja, weet ik. Oh. Oké. Nou, gaan we kijken of... Nee, ik hoor niks. Ik hoor geen woep. Nul. Ik hoor niks. Hoe kan dit? Je weet niet? Kijk, laat Rick nog even hard zijn brein kraken. Ja, jullie hoorden het wel. Ja, het is dus blijkbaar of jullie horen het of wij horen het. Waarom dat toch ook elke keer weer zo'n gedoe is, weet je? Hij staat gewoon hetzelfde ingesteld hoor. Maar dan laat hij het gewoon niet horen, zeg maar. Komt door al die apparaten die ertussen hangen of zo. Iets gaat er niet helemaal lekker. Maar goed, Rick die vindt het dus altijd heel vervelend als we dus bij de McDonald's in de rij staan. En dan, weet je, halverwege de bestelling. Oh nee, wacht. Had ik nou dit genomen? Nee, ik wil toch liever wat anders. En dan wordt hij helemaal gestrest ervan. Dat vindt hij echt een verschrikking. Straks explodeert Rick zijn brein nog. Ja, nee, dat hoop ik toch van niet, zeg. Dat zou zielig zijn. Test super chat. Bedankt voor de gezelligheid. Ik ga een feestje bouwen. Nou, ik ben nu maar stil. Tot de volgende. Ik denk dat hij nu klaar is. Hoor hem niet, Sharon. Maar ja, dankjewel voor je test, superchat. Heel veel plezier vanavond op je personeelsfeestje. En dankjewel voor je donatie. Maar helaas, ik hoor hem nog steeds niet. Dus ik laat Rick nog eventjes doorfixen. Wil je gaan beginnen? Ja, William, dat wil ik wel heel graag. Maar even wachten nog. Even wachten nog. Hé, hey, maar ja, wat ik wilde zeggen. niks. Oh, jawel. Ik ga vandaag de Sims met jullie spelen. Einde. Einde van dit goede verhaal. Nee, ik ga vandaag de Sims met jullie spelen. We gaan verder met de Tiny House Challenge. Dat is de challenge die we de vorige keer ook hebben gedaan. Ik heb wel heel veel verboden. Whoops. Nee, ik hoor niks. Ja, sorry. Ik hoor het echt niet. Maar, ja, nou ja, sorry. Maar ja, we gaan de Tiny House Challenge verder spelen. En ik heb er vorige keer heb ik er 3 streams mee gedaan. En toen waren we gebleven bij dat Bloem. Ze heet tegenwoordig Bloem, niet meer Bloemkool. Bloem is nu inmiddels oud. Bloem die krijgt nu de eigen huisjes. We gaan zo meteen eerst even beginnen met even een beetje de huisje bouwen. Ik ga het niet zo uitgebreid doen als vorige keer. Want ik weet uit ervaring dat het over een hele korte periode weer helemaal verbouwd gaat worden. Dan heb ik vet veel tijd erin zitten steken om het helemaal mooi in te richten. En dan maken we er toch weer wat anders van. Dus we gaan het gewoon even een klein beetje inrichten. Maar jullie zeiden vorige keer, omdat jullie allemaal hadden gestemd dat jullie Bloem heel graag als een emo wilden zien, dat jullie het ook leuk vinden als haar huisje ook een beetje in die stijl zou worden. Gaan we doen. En ik dacht, als er iemand een goed type is om dan met die creep een baby te maken, dan vond ik haar het. Want ik ga haar huisje ook een beetje in die stijl. Dus ik denk dat hij zich daar dan ook wel thuis voelt. Hoop ik. Dus ik dacht, nou, ik geef jullie je zin. We gaan een vampierenbaby maken.
Alweer 3 maanden lid. Leuk. Leuk, Diana. Leuk dat je er weer zo lang bij bent. En jammer, Rick, ik hoor nog steeds niks. Oh, sorry. Haal jezelf nou niet te veel op de hals, Maris. Ja, ja, misschien lukt het ook wel niet. Maar we gaan het in ieder geval proberen, goed? We gaan het gewoon proberen. Hey, voor iedereen trouwens die meekijkt vanavond, abonneer eventjes. Dan kan je gewoon lekker gezellig meekletsen in de chat. Kost niks. Het is gewoon gratis. Oké, de volgende superchat ga ik voorlezen. Will do, will do. Ik mag geen super schattig doen. Ik denk dat Peter bedoelt, ik mag geen superchat doen. Nee, dan moet je het ook niet doen hoor. Dat is helemaal niet belangrijk. Alleen als je het wil. Ik zag trouwens net wel een donatie binnenkomen, maar ik zie hem nu dus niet op mijn scherm. Kan dat? Of heb je het gewoon helemaal uitgezet? Oh ja, kan je even dan die van mij aanklikken? Want Mechtel Silde, jouw lach is echt aanstekend. Ik word er helemaal vrolijk van. Ah, dat is echt super lief. Dankjewel. Nou kwam die alleen net niet in beeld, omdat Rick dus echt super hard bezig is. Hé, hey, het zou ook wel echt serieus zo zijn, hè? Dat als het nu gewoon altijd allemaal in één keer goed gaat, dan is het toch gewoon niet mijn stream. Oké, okay, laatste keer dan haha testing GGGG. Nee, maar je ziet toch ook die ding niet in beeld? Zie? Je ziet ook niet hoeveel mensen er kijken hier zo. En dankjewel, Melisje, voor je superchat. De laatste keer dat ik het test, hoor. Ja, nou, werkt dus nog niet. Ik kom niet eens weer in beeld. Dus we laten Rick gewoon even lekker doorprutsen. Komt helemaal goed. Ik heb alle... waarom gaat alles mis? Zegt hij. Ja, ik heb alle vertrouwen in Rick. Melisje die zegt, oh, we horen het wel. Maar we zien het dus alleen niet in beeld. Nou, dan hebben jullie meer dan ik, want ik hoor helemaal niks. En ik zie niks. Even kijken hoor. Ik kan het wel hier in de chat volgen hoor. Is jouw koptelefoon wel gekoppeld? Jazeker. Ja, ik heb ook gewoon... Ik ben nu echt zitten helpen. Echt hoor, ik trap je eruit. Jazeker is mijn koptelefoon gekoppeld. Want ik hoor ook gewoon muziek in me. Ik dat hij hier losbungelt of zo. Maar ja, waarom weet ik niet. Het is iets anders met wat jullie horen en wat ik hoor, zeg maar. Dankjewel, Mechtot, voor je donatie. Rick doet toch zijn best. Doet hij niet? Ja, Rick doet heel erg zijn best. Ja, als hij het niet doet, dan helaas. Dan zet ik hem wel gewoon op dat jullie hem horen. En dat hij wel in beeld komt. Ja, weet je zeker dat je dit gaat doen? Nee, joh. Hier, doe anders maar gewoon, weet je. Dan... Ja, maar hij doet niks. Hij doet niks meer. Oh. Ik kom ook naar de Crea doe. Groetjes, Isa. Dankjewel, Creatic Fan, voor je superchat. En leuk dat je ook komt. Gezellig. Ik kan dus nu alleen niet horen of ik er doorheen klik. Want doorheen klik. Doorheen klet. Hé, hey, maar je haar zit wel goed. Maris, dankjewel, Maartje. Kun je heel veel naar boven scrollen? Ja. Sorry. Dankjewel, Shirley. Beterschap voor Emily. Dankjewel voor je donatie. En ik zal het aan het doorgeven. Oké. Okay. Ik ga ook naar de Crea doen. Ja, gezellig. Verboden wordt vampier. Dat heb ik niet gelezen. Die doen we net alsof die er niet was. Ik wil niet verboden worden. Hé, hey, maar wat vinden jullie van het flesje? Wat vinden jullie van de Creatic merch? Ook even daarvoor die video kijken, hè? Van afgelopen dinsdag. Dan kan je het allemaal zien. Ik moet heel even dit, hoor. Oh! Kijk, hier is het wel. Oh, wat is ze blij. Dan doe je die toch ctrl-c, ctrl-v? Werkt dat niet zo? Ik wil dat flesje, zeg Margje. Ja, is leuk, hè? Ik ben er ook echt heel blij mee. Hij lijkt ook wel een beetje parelmoerig. Ja, dus die gaan we vanavond lekker gebruiken. Ik heb er heel veel verschillende kleurtjes. Ik vind elke stream lekker een andere. Leuke koptelefoon, dankjewel. Hoe oud denk je dat ik ben? Ouder dan 6? Weet ik veel. Ik heb geen idee. Mag ik heel eventjes nog heel even? Heel even. Alweer 4 maanden lid. Joepie, mijn konijn heet Camille. Beterschap, Emily. Ah, dankjewel. En 4 maanden alweer. Jeetje, gaat de tijd toch snel. We zitten nu op 5 maanden alweer, het membership dat we doen. Dan moeten we bij half jaar maar ja, een gezellig streamfeestje ervan gaan maken. Zijn ze ook te koop? Ja, ze zijn straks te koop op Creado. Als kan je allemaal merchandise kopen. Weet je wat er gebeurd is? Oh, wat is er gebeurd? Ja, OBS is gecrashed. Nee! Ah, kijk maar, als je naar de Sims gaat, doet hij ook je webcam niet meer. Oh. Oh, dat is niet goed. Deze, kijk maar. Zie je? Dat randje is weg. Oh, nee. Oh, en dat blijft in beeld staan. Oh, nee. Doe het eens terug. Weet je wat dat betekent? Dat betekent dat ik mijn stream moet afsluiten.
Maar, dan starten we hem even opnieuw. Dus wat jullie nu gaan doen. Niet mij al wegdoen, hè? Ik doe niks. Gewoon badsmoe weg. Oké. Dit gaat offline. Dus zometeen is dit gewoon niet gebeurd. Ja, dit was gewoon eventjes tussen ons. Ik ga zometeen even een nieuwe aanmaken. Dan komen jullie daar er weer allemaal in. En dan doet hij het. Maar misschien is dat wel niet zo. Want ik kan ook gewoon... Volgens mij kan ik ook gewoon hem afsluiten en hem opnieuw starten. Oké, wacht. Mocht ik ineens weg zijn, ja? Rick heeft allemaal leuke theorieën van nee hoor, dat komt wel gewoon goed. Mocht ik ineens weg zijn, dan gaan jullie allemaal naar mijn kanaal. Gewoon zoals dat je het altijd doet. En dan zodra er dus een nieuwe komt, dan klik je daar en dan zijn we er weer. Goed, en dan doen we net alsof dit nooit gebeurd is, oké? Voor alle nieuwe kijkers, dan doen we gewoon hallo, daar zijn we weer. Niks gebeurd. Alles gaat hier in één keer goed. Ja? Oké? Als ik nu niet wegval, dan heeft Rick gelijk. Go. Okay. Ik weet zeker dat ik weg ben. Oké, jongens, ik kom zo meteen bij jullie terug, goed? Nee, waarom doet hij dat? Ja, omdat dat altijd zo is. Jawel, dat is gewoon zo. Het komt gewoon goed. We gaan een nieuwe starten. No problem. Oké, ik zie jullie zo. Heb je het nou weggepikt? Ja, weet ik dus niet. Ik ga kijken. Ik heb ook altijd zoveel vertrouwen in jou. Maar echt, ben ik er nog? Am I still here? Ja, je bent er nog. Wow. Shit, maar nou kunnen we dit er niet afknippen. Nu kunnen we niet doen alsof dit gewoon nooit gebeurd is. En iedereen is nu al weggeklikt, weet je wel. Die denkt, ja, maar hier moet ik niet meer wezen. Kijk maar, 0 kijkers. Zie, iedereen is weg. Ja, maar dat is nu de vraag waarom die dat niet doet. Oh jongens. Welkom bij de Creatic Test Stream. Vandaag hebben we geen zwarte podcast stream, want we hebben beeld. Maar vandaag hebben we gewoon, er gebeurt gewoon niks. Jullie gaan alleen maar kijken naar hoe ik hier water zit te drinken. Ja, dat zie, ik ben er ook nog, zegt Mechtold. Nou, dat is het belangrijkste. En ze ziet me ook nog. Nou. Maar de alerts doen het nog steeds niet. Het lijkt erop van niet. Nou, de hele middag. Hier, want deze doet het wel. Ja, hier, even wel. Abonneren, jongens. Hier, even kijken, kreeg credits in beeld. Hoppa, alles zo wirkie. Alleen de alerts niet. Mijn eerste superchat, ik hoop dat je hem hoort. Oh Esther, dankjewel voor je superchat. Nee, ik hoor hem niet. Jullie wel? Nee, niemand. Ik zie hem ook niet in beeld. Nou, dit is echt goed geprogrammeerd, joh. De stomste stream ooit. Nou, het was niet meteen de stomste stream. Het is alleen een beetje alertloze stream. Maar ja, dan moeten we het maar zonder alerts doen. Er zit niks anders op. Dan moeten we maar heel goed in de gaten houden via de chat of er wat binnenkomt. Maar meer kunnen we er niet van maken, toch? En ik kan niet zien hoeveel mensen er kijken. Hoeveel mensen zijn er aan het kijken? Hij doet het gewoon niet. Nee, hij doet het gewoon niet. Ik denk dat het probleem op jouw computer zit, niet op die van mij. Nee. Oh, arme Rick, zeggen mensen ook. Ja, geen stress hoor. Wij vermaken ons wel. Het is niet erg. Doe rustig aan. Dankjewel, Mechteld, voor je superchat. Even testen, hoor je dit? Nee. Nee, ik hoor echt even helemaal niks. Dus jullie hoeven geen test te sturen, maar wel echt heel lief. Oh, 1,5k. Oh, 1,3k, zeggen sommigen. Oh jee. Ja, zie, zijn er toch een aantal mensen weggaan. Die toch denken, ja, maar ik moet even Marissa. Moest ik niet meer deze aanklikken, er kwam een nieuwe. Maar ja, er komen vanzelf alweer. Voor iedereen die nu weer binnenschakelt. Somehow ging die er toch niet uit. Konden we hem gewoon nog erop connecten. Dat komt met Streamlabs dan weer niet. Maar ja, waarom die alerts het niet doen? We gaan... Doe maar even een Q&A. Kom maar. Stel maar even wat vragen. Goed, gaan we zo meteen lekker beginnen met de game. Sterker nog, we zijn dit keer natuurlijk een 3 kwartier eerder begonnen. Dus we beginnen alsnog om 7:15. We hebben gewoon dit gedeelte. Gewoon lekker live samen met jullie gedaan. Hij staat inderdaad hier dus nu op 0 kijkers. Maar dat komt omdat dat dus ook loopt via diezelfde alert. Dus, en zelfs als dat verboden wordt, dat zit vaak hier zo weer naast. Daar komt dat door. Abonneer en like deze stream. Nou, dat zou leuk zijn. Voor de mensen die zeggen het beeld geeft de hele tijd flitsen. Ja, dat komt dus ook omdat Rick van alles aan en uitzet de hele tijd. Omdat hij het probeert te fixen. Volgens mij doet de bot het ook niet, de streambot. Dus ik denk dat dat probleem misschien bij jou op je computer zit. Nee, het ligt niet aan Het ligt mij. Ook niet aan mij. Het ligt niet nee, het aan ligt mij. Niet aan jou. Oké. Okay. Gelukkig. Nee, de bot doet het ook niet meer, zeg Margje. Nee, oeps. Nou, Rick die is hard bezig. En anders wordt het gewoon even chill voordat we gaan beginnen. Oh ja, ik ga nu meteen liken. Ja, doe maar. Hoe oud is Rick? Heel oud. Volgende vraag. Nee, Rick is... 38? Ben je 38?
Ja, hè? 38 is Rick. Heb je een beugel gehad? Nou, ik denk dat je die vraag niet eens hoeft te stellen. Dat is wel te zien, toch? Dat ik geen beugel heb gehad. Ik wilde wel heel graag een beugel toen ik vroeger jong was. Maar echt zo goed, jongens, dit allemaal. Tegen de tijd dat mijn tandarts zei... Ja, je hebt echt een beugel nodig. Toen wilde ik het niet meer, zeg maar. Dus het was nooit nodig. Mijn tanden stonden heel mooi recht. Dus hij vond het nooit nodig. Maar echt pas toen ik echt wat ouder was. Echt zo'n 13, geloof ik, of zo. Kreeg ik er nog 14. Toen kreeg ik er nog van die kiezen bij. En daardoor ging mijn voortand naar voren duwen. En toen was het eigenlijk wel nodig. Want dit stond op zich allemaal wel mooi recht. Maar deze stond er dus toen in één keer overheen. Maar dat was vroeger dus niet zo. Maar... toen wilde ik het niet meer. Dus toen zeiden ja, je kan wel een beugel. Maar al mijn vriendinnen waren allemaal een beugel klaar. Allemaal perfect gebit. En dan moest ik nog eens een beugel. En ik wilde het toen niet meer. Dus toen dacht ik, nou, ik stel het wel uit een jaartje. Nou, nu zijn we hier. Dus weet je, ik zit er nog steeds over na te denken. Ik had het de vorige jaar met mijn tandarts nog over. Toen zei ze tegen me, als je nu dan een beugel neemt. Weet je, nu heeft toch iedereen mondkapjes op. Dus als je dan buiten loopt, weet je, niemand die het ziet. En dan tegen de tijd dat het mondkapje afgaat, dan kom jij met een prachtige mooie smile. Want dan ben je helemaal klaar met je beugel, want het is maar een jaartje. Maar toen dacht ik, ja, dan weet ze niet wat voor werk ik doe. Ik denk dat ik hier online meer mensen tegenkom dan in de supermarkt, hoor. Maar goed. Niet dat het uitmaakt, maar ja, ik weet niet. Hè? Ik weet het niet. Hé, wat doen we? Zo'n doorzichtige beugel. Ja, daar heb ik dus wel over naast. Daar had ik het ook met mijn tandarts over, dat ik dat misschien nog wel wil. Zal ik... Ja, moeten we hem toch opnieuw starten? Ja, maar dat had ik net al gedaan. Ja? Maar ik ga het nog één keer proberen. Oh, maar dan ben ik dus weer even weg. Ja, dat zou kunnen. Oh, niet weggaan. Ik ben weer heel ver weg. Ik ben zo terug. Wil niet. Rick die zegt, ja, ik denk dat er niks anders op zit. Je moet echt even je computer opnieuw opstarten. Wat een gedoe, hè? Jongens, wat een gedoe. Ik haat streamen. Ja. Oké, ik zal het wel nu nooit meer doen. Ja, ik ben er dus nog wel. Het is dus nu even de vraag van of we laten het zo. En dan hebben we dus gewoon geen alerts vandaag. Ook niet het einde van de wereld. Nee, maakt mij niet uit. Maar dan moet niemand doneren, want dan... Ja. Dan horen we het niet. Maar ja, dus dit werkt dan ook niet. Of het is dus nu van, weet je, ik sluit dit gewoon af. We starten mijn computer opnieuw en we beginnen een nieuwe stream. Oké, Rick heeft nog één idee. Oké. Wat zeg jij? Friet of patat? Ja, allebei eigenlijk. Officieel, ik woon boven de rivieren, dus iedereen zegt hier altijd patat. En vroeger noemde ik het ook altijd patat. En noemen we het ook patat? Oh, Emily. Oh, een corona-chickie. Voel je wel oké? Okay? Friet of patat? Kijk. Patat. Maar, hey! Heb je het gefixt? Zie, zat het wel in jouw computer? Nee, het zat niet in mijn computer. Ah, jawel. Maar je geeft het gewoon niet. Hoi Emily. Ah, oh, Emily. Met haar mondkapje op. Whoops. Ja! Wow, sorry hoor. RIP headphone users. Ik hoorde de... Whoops. Hoorden jullie me ook? Ja! Rick heeft helemaal gezweet ervoor. Ja, schreeuwt Lente ook. Ik hoorde hem ook. Yes! It is working. Oh, nou echt even jongens. In de chat, applausje voor Rick. Applausje voor Rick. Weet je wat ik denk? Ik denk hè, dat Rick gewoon stiekem overdag dit stuk maakt. Zodat hij nu de held is. Dat we allemaal massaal voor hem gaan klappen. Beterschap Emily. Ja, Melisje. Ik hoorde het. Ze zegt beterschap Emily. Dankjewel Melisje voor je superchat. Oh. Heb je corona Emily? Ja. Hey Maris, OMGG, ik weet nu eigenlijk hoe je dit doet, maar ik weet een verboden woord en dat is... Maris, maar het is zo leuk, jij, Go Sims 4 in Belfast, zeggen ze chips voor patat of friet. Oh jeetje, nou dank jullie wel voor jullie superchats. Ik loop helemaal een beetje achter hoor, want ik was helemaal lekker aan het luisteren naar het hele verhaal. Maar oké, het verboden woord Maris, dat lijkt me wel heel moeilijk. Maar dankjewel Ixi voor je superchat. En dankjewel Mechtels voor je superchat. In Belfast zeggen ze gewoon chips voor patat of friet. Kijk, een oplossing voor het probleem. Heb je nooit meer patat of friet probleem? Nou, ik moet zeggen, ik zeg het allebei. Want ik zeg, als we echt naar de snackbar gaan en we halen van die hele dikke patat. Dat noemen wij patat, zeg maar. Dan haal je gewoon 2 personen patat. En dan haal je, of 3 personen patat. Dan zeg je hoeveel mensen je bent. En dan haal je er een snack bij, zeg maar. Maar als ik bijvoorbeeld bij de McDonald's ben, daar hebben we frietjes. Maar dan zeg ik wel frietjes.
Dus dan niet Fries. Yes. Ja? Oké. Okay. Oh, bye. Oh, lievertje. Oh. Moeten we nu weer zo? Nou, jullie gaan een ijsje halen. Sorry, goed gedaan, voor, Rick. Gaan we nu beginnen? Nee, Benjamin BM zegt ook goed gedaan, Rick. Maar gaan we dan nu beginnen? Dan gaan we nu beginnen. Ga ik jullie niet nog langer ophouden. Lange intro. Ja, hey, nou, have fun. Bye, bye. Dankjewel voor het fixen. Oh, nou, jongens. Dank jullie wel voor jullie superchats voor het testen. Abonneer nog even snel, kun je even lekker meekletsen. Dus nog even dit in beeld en dan gaan we beginnen. Goed, ik neem jullie dan meteen mee naar mijn spel. En dan hebben we hier zeker geen game audio. Zal je zien, hè? Hebben we nu dat probleem weer. Maar nee. Nou, zo te zien. Oké, okay, wacht maar. Dat weet ik zelf ook. Dat moet fixen. Dat weet ik zelf. Die staat op game. Ja, kijk. Hoppatee. Oké, okay, nou, wat kijk ze gezellig, hè? Ze heeft er me toch een partij zin goed in, bezig. Liepchen. Ja. Als ik hem op deze scene heb staan, dan word ik de alert niet. Maar dat kan je vast fixen. Dankjewel voor je superchat. Heerlijk begin van het weekend dit. Jullie horen lekker jouw wel. Stream kijken. Dankjewel Marielle voor je superchat. Heerlijk begin van het weekend dit. Lekker jouw stream kijken. Heerlijk kijken naar hoe alles misgaat. Wat is het nou weer niet? Nee. Ja, het is goed hoor. Nee, maar ik zweer het je. Ja, het is goed. Nou, ik geloof er helemaal niks meer van. Nee, maar echt. Nu doet hij het in het homescreen wel. Maar nou hoor ik hem hier weer niet. Ja, nou, doei. Ik kan er niks meer... Oh jawel. Oh wacht. Dit is misschien ook... Dit is mijn fout. Ja, echt een leuk begin. Ah ja, joh, weet je. Zoals Rob altijd zegt, dit zijn de leuke momenten. En dan hou ik er maar gewoon in, want die komen hier meer voor dan de game. Doei, jullie gaan lekker ijs halen. Dag Liepert, veel plezier. Dag schatje. Dag mopje. Nou, hup, je bent live, hè. Je zit niet alleen maar naar jezelf te kijken. Necklace be like. Nou, doei. Oké. Ik neem even een slokje water, jongens. En dan ben ik er klaar voor. Dan ben ik er klaar voor. Doei, Emily. Mila, zegt Luna. Ik weet niet of je dat hoorde, maar ze schreeuwt nog doei op de achtergrond. Hey, vinden jullie het niet trouwens mooi opgeruimd hier? Volgens mij heeft niemand wat over gezegd. Of ik heb het niet meegekregen vanwege alle stress. Maar kijk hoe netjes opgeruimd het is vandaag. Komt er ook nog een verboden woord? Oh ja. Oké, wacht. Wacht, doe even nog zo. Komt er ook nog een verboden woord? Ja, dat vind ik een goeie. Dat lijkt me wel leuk. Willen jullie dat ook? Voor vandaag zou ik even een poll doen. Noem even hier. Verboden woord. We roepen even, wat willen jullie als verboden woord? Geen vampier. Dat gaan we niet doen. Ik doe even als optie geen verboden woord voor de mensen die het niet willen. Ik hoop dat die zakman niet weer komt en raar doet. Ja, ik hoop ook dat die zakman niet weer komt raar doen. Maar goed, we hebben zometeen een andere rare. Dus doe Rick als verboden woord. Oh, dat vind ik leuk. Doen we Rick erbij. Wat doen we nog meer? Emo. Oké, dat wordt nog wel een lastige. Maar geen vampier, want dat ga ik echt niet kunnen. Wat hebben we nog meer? Nee, niet weer baby. Die hebben we al gehad. Ik zag net iemand iets typen van lelijkerd. Dat vind ik ook wel een leuke. Maar gebruik ik dat vaak? Lelijkerd? Dat is wel echt een lelijkerd. Nee, toch, dat zeg ik toch nooit. Dat is toch onaardig, lelijkerd. Oké, maar ik voeg hem erbij. Dan heb ik geen verboden woord. Rick, emo en lelijkerd. Goed, en dan moeten jullie maar stemmen. Samen, dat zeg je echt vaak. Ja. Ja, oké, maar je bent toch ook heel vaak samen? Dus zeg je dat toch ook vaak? Dat bij elkaar samen. Ja, dan kunnen we ook wel zeggen ik. Het verboden woord wordt ik, weet je wel. Of het verboden woord wordt de. Dan is het toch echt niet meer te doen. Dat is toch niet te doen. Oké, we gaan terug naar het spel. Dan stemmen jullie maar even door. Dat is sad. Applausje voor Rick. Dankjewel, Mechtel, voor je superchat. Nou ja, er zijn nog wel een paar dingetjes die niet helemaal lekker gaan. Ik zit dus nu blijkbaar in één keer achter mijn poll verstopt. Oké, zal ik de poll gewoon even stoppen? En dan gaan we de game starten. Emo, dat wordt hem.
Hij gaat wel close hoor. Kijk dan. Kijk Rick en Emo hoe dicht dat bij elkaar zit. Nee, ik laat het nog heel veel doorlopen hoor. Het zit echt heel dicht bij elkaar. Oeh! Dus ik mag niet meer Rick zeggen. Rick, 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 Rick. Nu mag het nog. Nu mag het nog. Oeh! Oké, nou ik laat hem echt nog maar eventjes staan hoor. Voordat ik de game ga starten. Ja, verstop je achter de pol, ja. Welke groep 8 musical deed jij? Want ik zit nu ook in groep 8. Oh, lief schat, dat is al zo lang geleden. ik weet het eigenlijk niet eens meer. Volgens mij hadden we niet eens een bestaand iets of zo. I don't know. Ik weet het echt niet meer. Wil je je droomcode updaten? Ik wil je wel sparen. Ah, dankjewel Benjamin. Ja, ik moet mijn droomcode nog steeds updaten. Het is nog steeds sneeuw. Dat wilde ik inderdaad nog even doen. Toen ik die video had opgenomen, toen had ik het nog niet gedaan. Omdat die video, weet je, ik wilde dat jullie eerst de video keken. En dan pas die droomcode zouden zien, zeg maar. Dus ja, daarna ben ik het vergeten. Dus help me nog even herinneren als ik er niet meer aan denk. Goed, dan ga ik het proberen te onthouden. Ik vind het moeilijk om hem niet te stoppen. Hij zit zo dicht bij elkaar, deze poll. Zit echt zo dicht bij elkaar. Maar oké, gaan we hem nu stoppen? Ik ga hem nu stoppen. Dan is vanaf nu, en mag ik nog één keer zeggen, maar echt een hele kleine meerderheid. Rick, het verboden woord. Dus het wordt nu vanavond heel veel liefje, schatje, duifje, poepje, moppie. Ja, ik ga vast oefenen, oké? Okay? Komt helemaal goed. Ik ga geen mijn man meer zeggen. Oké, okay, nou, gaan we nu eindelijk spelen hoor. Jongens. We zijn gewoon bijna 7:15. Ik heb het gewoon weer helemaal volgehouden. Ja, snoesje. Ja, precies. Scheetje. Oké. Okay. Oh, stik er bijna van. Dit wordt hem. Hey, kijk. Wat zei ik net. Kijk hoeveel zin ze erin heeft. Ze is zo blij. maar als ik hem op spelen zet. Kijk, ze is wel happy hoor. Kijk maar. Ze is echt super happy. Maar ja, misschien is dit haar look of zo. I don't know. Oké, wat ik net al zei. Ik ga heel snel haar huisje maken. Maar we gaan het niet al te uitgebreid doen, dus. Maar, hè? Jullie kennen me langer dan vandaag. Druifje? Ja, het is dat hij er niet is. Oké, dit is de huisje die ik tot dusver heb gebouwd. Oh ja, daar moet ik nog even een beetje bij vertellen trouwens. Klein, want zo zag het er vorige keer niet uit. ik ging vanmiddag de Sims opstarten. Omdat ik een thumbnail moest maken. En toen dacht ik, ja, ik neem maar even mee naar die vampier, weet je wel. Maar toen kwam ik hier en toen dacht ik, oh, ik ga vast even kijken hoe de huisje eruit kan zien, hoor. En toen was ik zo lekker bezig. had ik de hele buitenkant gemaakt. Rick, die kwam ook thuis, want die was naar de kapper vanmorgen. Dus die kwam thuis en die zei tegen mij van, wat zit jij nou te doen? Zit je nou gewoon te spelen? En ik zo, nee, ik moest thumbnail maken. Echt een half uur later. Maris, je zit gewoon te spelen. Oh, volgens mij heb ik het verboden woord al gezegd. Ja, je zei het al. Ja! Oh, whoops. Nee! Oh, nee! Dat is moeilijk! Nee, dit wordt helemaal niet leuk. Dit wordt helemaal niet leuk. Ik dacht, dit gaat wel meevallen, want zo vaak roep ik hem niet. Maar blijkbaar heb ik het vaak over. Nou, maar dat is wel lief. Dat is wel, ja, 2 keer al. Oh, jee! Nou, lekker begin dit, jongens. Hey, ik heb geen straf, hoor. Ik heb geen vuilniszak meer hier liggen. Dus ja, jullie doen het maar gewoon met dat akelige getal daaronder. En dat vind ik al erg genoeg. Maximaal. Gaan we naar max? Wat denken jullie? Hoe vaak ik het ga zeggen? Een polletje. Ja, woeps. Oh, wat erg. Oké, hoe vaak denken jullie dat ik het ga zeggen? Ik heb hier zomaar een heel slecht voorgevoel van. Tussen de 0 en de 5 keer. Ja, ik zet meteen goed in. Tussen de 5 en de 10 keer. Tussen de 10 en de 15 keer. 25 keer of meer. Hier. Stem maar. Ja, jullie mogen in de poll stemmen. Oh, daar ben ik wel weer even verstopt, jongens. Kunnen jullie niet zien dat ik ongegeneerd in mijn neus zit te peuteren? Dat is top. Oh, nee, wacht. Dan moet ik me wel echt flink verstoppen. Ja, ik ben eventjes... Oh! Kijk, kun je niet... kun je het niet zien?
Waarschijnlijk weer 1640 keer of zo. Ja, waarschijnlijk. Oh, 25 keer of meer. Nou, ik ga hem heel snel uitzetten, deze poll. Jullie hebben weer lekker veel vertrouwen in mij. Oh, wat erg dit. Waar kan je stemmen? In de chat kan je stemmen, maar doe maar niet. Jullie zijn hard. Oh. Tess Maris, ik geloof in je. Ja, gelukkig. Nou, dat is wel echt heel vaak. Oké, okay, maar goed, dus hè, lang verhaal weer om niks. Huisje gebouwd. Ja, veel te lang mee bezig geweest. Einde. Oké, okay, we gaan het huisje even inrichten, want dat heb ik nog niet gedaan. Beetje. Een klein beetje. Ik heb in ieder geval even bedacht van, ik ga een heel klein badkamertje maken hier zo achterin. Want ik was even bezig met die ramen. En ik denk, dan moet ik wel even weten hoe ik het dan ongeveer ingericht wil hebben. Dankjewel Sienna voor je supersticker. Oké, okay, maar ik zie in de tussentijd eventjes Annelien. Kom eraan! Oké, okay, Annelien, tot zometeen. Gezellig. ik heb het een heel klein beetje ingericht, dus voor de ruimte. Dus ik dacht, het is echt een micro badkamertje. Maar ik heb dit al een keertje. Pardon. Jennifer, niet zo vervelend doen. Mijn man gaat inderdaad ook mee naar Crea doen. Maar dat hoef je niet zo te typen en dat ik het dan per ongeluk ga voorlezen. En ook niet massaal allemaal mijn man emoticons gebruiken. Trap er die in. Ja, ik ga zelf voor de 0 tot 5 keer. Ik heb dit al een keertje getest. En dan kan je hier een hele kleine douchecabine neerzetten. Kijk, wacht. Ik zet het gewoon meteen ook even neer. Dan kunnen jullie het ook zien. En dat werkt. Dus dat kan. Nou hebben we ook natuurlijk tegenwoordig meer dan alleen douchecabine. We kunnen ook zeggen, we doen hier een douche. En aan die kant een wc. Dan heeft ze alleen geen wasbak. Maar ze wast haar handen maar en haar tanden poetsen en zo allemaal in de keuken. Dat komt vast goed. Ik heb niet heel veel geld, overigens. Dit is het geld van de ouders dat ik nu aan het opmaken ben. Hoe heet je man? Ja, geen idee. Heeft geen naam. Liefje, duifje, schatje, poepie. Scheetje, mopje. Zo gaat die heten. Maar goed, dit dus. We doen geen wasbak. We doen wel een spiegel. Kijk, die kunnen we wel. Oh, dan hoop ik dat dat goed gaat eigenlijk, die spiegel. Oh, ik hoop het zo. We gaan het zo meteen wel even testen. Ze wil vast voor ons testen. Ik had bedacht. Ik vind haar, zij is natuurlijk een beetje zo'n rozeharig type met zwarte kleren. En ik denk, laten we haar huis dan ook helemaal in diezelfde stijl gaan maken. Dus laten we het dan ook in zwarte dingen doen met roze. Jullie blijven er maar over. Schattenpatat, ja, bijvoorbeeld. Vanaf nu heet hij Schattenpatat. Kijk, jullie in één keer heel veel interesse hebben in mijn man. Dit is allemaal nieuw. Hoe lang ben je in één keer getrouwd met je man? Hoe oud zijn jij en je man? Ja, waar is je man? Ja, ja, jullie weten het leuk te brengen. Ik trap er niet in. Probeer het zo meteen nog maar als ik iets verder op de avond ben. Hoe lang is je man? Ja, ik trap er niet in. Oh, het is paars haar. Is het paars? Vinden jullie het niet roze? Nee, toch? Dit is toch hartstikke roze? Dit is toch gewoon suikerspin? Is het paars? Nee, ik vind het roze. Mijn ogen zeggen dit is roze. Dus we doen het gewoon roze. Even kijken voor een leuk behangetje. Want we hebben, als het goed is, van dat vampierenbehang. Oeh, wat zijn dit? Een soort van vleermuisjes of zo. Maar is er ook iets dat in de kleur roze is? Leuke dopper. Ja, leuk hè? Ja, jullie vinden het meer paars? Oh, nou, oké. We kunnen ook gaan voor paars. Kijk, dit is best wel leuk. Dat is wel leuk. Hebben ze niet nog iets meer? Wat hebben we allemaal van dat vampierenbehang? Even kijken hoor. We hebben in ieder geval hier spookjespinnenwebjes hebben we nog. Maar dat vind ik dan, dat gaat me weer te ver. Dat gaat me weer te ver. Dat vind ik dan weer niet zo leuk. Even kijken. Vampieren, 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 vampieren. Dat hebben we nog meer. Niet zoveel meer. Dit was het wel. Oké. Okay. Dan gaan we wel voor deze, denk ik. Zullen we die dan doen? Oh, die is gewoon egaal. Nou, maar er staat niet echt iets van vleermuisjes op of zo. Dat had ik wel gehoopt eigenlijk. Ik moet naar bed. Slaap lekker, Mike. Zeg eens geld. Geld mag. Dat gaat goed. Ja, doe het paars. Wat vinden jullie paars? Of nou, weet je, we kunnen gewoon weer een polletje. Kan mij het schelen. Kies maar weer. Heet de pol. Is het paars of is het roze? Mij maakt het niet uit. Ik vind paars en roze allebei leuk. Hier, kies maar dan.
Kies maar wat jullie... De poll staat nu in de chat, dus jullie kunnen nu meestemmen. Kies maar. Kijk, zit ik weer lekker verstopt. Dan doe ik het tot dusver even paars, goed? Dan kijken we zo meteen wel wat jullie vinden. Maar jullie vinden het wel roze. Zitten jullie in de chat dan met jullie paars? Dankjewel, Fuchsia, voor je supersticker. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Oh, nu wordt het wel weer paars. Ik moet ook niet te snel iets zeggen. Oké, hier gaan we de keukentje maken. In dit kleine hoekje zo. Als het goed is, past dat precies. Zijn dit precies 4 tegeltjes? Dat weet ik nog van de vorige keer. Dan kunnen we hier denk ik wel de bed kwijt. Ja, en wat moeten we dan nog meer? Dan hebben we toch al redelijk alles. Dus ze eet maar gewoon bij de ouders. Hier zo. Dat kan prima. Dan heeft ze hier in ieder geval een huisje. Oh, en ik had ook een hele theorie achter dit huisje. Dat de ouders wel willen dat haar huisje er aan de buitenkant een beetje hetzelfde uitziet als hier. Het liefst heeft ze het aan de buitenkant ook helemaal zwart en paars en zo. Maar aan de binnenkant mag ze dan wel doen wat ze zelf wil. Oké, jullie vinden paars leuker? Ook maar echt met een nipte meerderheid. Maar oké, dan gaan we voor paars. Ik vind het prima. Jullie besluiten. Als je man zo meteen weer binnenkomt, dan moet je hem roepen met een bijnaam. En die reactie wordt echt geweldig. Nou, ik zal je vertellen, Ilse. Mijn man, die luistert heel erg goed naar Liefje. Want zo noem ik hem thuis namelijk altijd. Maar ik vond het op stream altijd stom om hem de hele tijd zo te noemen. Dus dan noem ik hem eigenlijk, ben ik eigenlijk door de video's en door het streamen meer bij zijn naam gaan noemen. Omdat ik, als ik over hem praat, dan noem ik hem altijd wel bij zijn naam. Maar als ik hem roep, dan noem ik hem eigenlijk altijd Liefje. En hij mij ook. Dus wij zijn eigenlijk al wel een oh snoetje, oh dreufje stel, zeg maar. Dus hij zal het niet heel raar vinden. Maar druifje en snoetje. En hem... Maar goed, ik zal hem straks roepen met duifje. Ja, dan doe ik... Ilse, dat is dan wel weer een beetje jammer. Ja, hè? Dus dan zal ik geen Liefje doen. Goed, zal ik hem expres schattenpatat noemen of zo. En dan weet hij zelf ook meteen hoe het zit. Maar je hebt trouwens best kans dat ze nu in de auto naar de stream aan het kijken zijn. Zeg dan scheetje. Oké, is goed. Gaan we doen. Maar als hij dus nu aan het kijken is in de auto, dan krijgt hij dat dus ook gewoon mee. Oké, jongens, jullie leiden me af. Tijd voor tegels. Ik doe gewoon even een cliché tegeltje. Niks spannends hoor. Huppa. Gewoon een cliché tegel. Doen we hier nog iets leuks op dit muurtje? Doen we dit in de badkamer ook? Ja, wel ja, joh, prima. Oké. Maar wel even een tegel op de grond. Want anders is het een beetje raar. Hoe je dat ook uitspreekt. Want duifje? Scheetje? Wat was nou? Ik ben nou weer vergeten, jongens. Wat zou ik nou ook weer zeggen tegen Rick als hij... Sabine die zegt, wat is dit een topverhaal weer. Ja, oeh, hey, hallo. Woeps. Ja, woeps. Ja, helaas, het was wazig, we hebben het niet gehoord. Scheetje, ja, dat was het wel, hè. Ja. Die 0 tot 5 keer, jongens. Ik denk niet dat dat haalbaar is. Ik denk dat jullie nog gelijk gaan krijgen, ook met de 25 keer of meer. Ik denk dat ik maar gewoon eens een keer voor zwijgende streams moet gaan. Oeh, zwarte tegels. Huh? Dit is helemaal niet zwart. Zwart. Nog meer zwart. Nee, is niet zwart. Dit geeft me zwart. Oeh ja, zwart. Ja, nice. Leuk. Oké. Schatte patat. Ja, nee, scheetje gingen we voor, toch? Ik kom net terug. Hoi, welkom terug. Gezellig dat je er weer bent. Kaarsje die zegt, ik voel het nu al. Wat een topstream. Oh, nou, daar ben ik blij om. Dan kan ik gaan. Doei jongens, was gezellig. Mijn doel is weer behaald. Ik ga een keuken bouwen. Vet random eigenlijk ook in één keer tussendoor. Ik heb cola gedronken. Valt het op? Ik was vanmiddag een beetje moe. Dus ik dacht, nou... Ik heb nog steeds niet van geleerd. Wordt lekker zwart hier. Heel zwart. Nee, hij valt niet op hoor, zegt Imke. Oké, gelukkig, dan heb ik niks gezegd. Dan heb ik niks gezegd. Oh, Femke zegt, ja, dat valt op. Ja, maar erg is dat toch? Waarom is dat toch? Ik weet het niet. Ik weet het niet. You tell me. Hebben we dan een tof fornuisje? Nee, wel in het roze, want ik moet niet te veel geld uitgeven. Hè? Ik kan niet zeggen van, we gaan even hier een vet duren. Is die baby er al? Kom af en toe kijken. Haven van.
Ah, lief Ilona. Nee. De baby is er nog niet. Ik moet eerst nog even snel de huisje maken. Dus je mist nog niks. Het gaat zoals gewoonlijk weer niet zo heel snel allemaal. Hij wordt paars met rols dan, oké? Okay? Ook leuk. Hoi meneer, het is paars. Ja, ik heb het door. Een roze keuken, ja. Dat wordt wel een roze keuken. Ik denk alleen dat ik deze keukenkastjes heb ik niet in het roze. Eww. Nee, we gaan er niet rood ook nog bij doen of zo. Dat gaat niet goed. We doen wel lekker in het zwart. Hoppa. Lekker extreem. Nou, valt mee toch? Het kan erger. Oh, koelkast moet ze natuurlijk ook nog. Gaan we weer voor een koelkastnachtkastje? Oké, die hebben we wel in het paars. Oh. Koelkastnachtkastje. Dat is helemaal de stijl hier zo. Ze staat serieus niet eens echt super stom of zo. Oh ja, een prullenbak. Ook wel een goed idee. Ja, en ik moet wachten, jongens. Wacht. Niet te hard van stapel lopen. We hebben even een wasbak nodig. Oeh, die is wel heel veel mooier. Die kost 240, 205. Nou, dat kan best 240. Bloem heeft een dure smaak. Ja, die koelkast is schattig. Ja, toch kan prima als nachtkastje, toch? Dat is gewoon helemaal de stijl van dit... kan prima. Maar wat missen we nu dan? Even kijken. Aardigblad om op te snijden. Een wasbak. Een koelkast. Een fornuis. Volgens mij kan deze zelfs weg. Volgens mij kunnen we het zelfs zo doen. Kijk. Dankjewel Liv voor je superchat. Kijk, we kunnen het volgens mij zelfs zo doen. Dan hoeven we niet. Want we hoeven toch niet nog meer aanrecht? Ja, dat moet wel zo staan. Kijk. Of niet? Of heb ik het mis? Toch? Dan hebben we niet eens een koelkastnachtkastje nodig. Vorige keer deden ze toch ook alles op dat schuine stuk? Ik zit echt op heel veel knopjes te rammen in de tussentijd hoor, jongens. Nou, het raam gaat er een klein beetje doorheen. Waar is de magnetron? Oh ja, daar ging het mis. Oh ja, dat was het. Oké. Okay. Ja, oké. Anders kunnen we nog niet de kipnuggets maken. Oké. Nog eentje terug. Magnetron. Oh nee. De magnetron die kan op de koelkast. Nee. Dit komt goed. Volgens mij kan dit, inderdaad. Dit is genoeg. Oh, die hebben we ook in het roze. Oh, dit is leuk. Dit is best wel cute. Dit is echt schattig. Oké, even snel bovenkastjes. Doen we die wel in het... Hebben ze die ook in het roze? Dat zou echt vet leuk zijn. Oeh. Dankjewel Miranda voor je supersticker. Hey, maar oeh. Ja, dit kan hè. Ja, dit is wel schattig. Vaatwasser maar is. Nee joh. Bloem moet niet zo luisteren. Die kan prima afwassen. Ik doe paarse tegels. Weet je, wat vinden jullie van dit paarse kar... Oh. Nee. Laat maar. Dit gaan we doen. Oh. Waarom vind ik dit zo leuk? Waarom word ik hier zo blij van? Dit is echt heel erg leuk. Leuke huisje wacht ondertussen ook op de baby. Heel goed, Dieter. We wachten allemaal op de baby. We gaan zo meteen baby maken, maar ze moet wel ergens wonen. Ze moet wel een plekje hebben waar ze hem kan versieren, toch? Dus we maken even. Maar ik vind het stiekem eigenlijk echt heel leuk. Dat is echt heel schattig. Gat, Sidari. En jullie vinden het niet mooi? Nee, ja, ik zou het ook niet zo heel snel uitkiezen in mijn huisje. Maar ik weet niet, ik vind het in de Sims toch altijd leuk als alles dan in zo'n steeltje wordt. Dat is, zeg maar, ik weet niet, ik vind dat leuk. Kan prima. Oké. Volgende onderdeel. Want volgens mij is de keuken gewoon al klaar. Ik kan zeggen wat je wil. Dit is super snel. Waarom matcht dit totaal niet? Stil, Bloem vindt dit mooi. Bloem is blij. Niet zeuren. Bed. Oké. Geef me zo'n mooi vampierenbed. Blokkeert een beetje mijn raam. Hebben ze niet een iets minder extreme? Voor iedereen die denkt, oei. Nee, dit is wat we gaan doen. Nee, niet in een doodskist. Nee, dat gaat me te ver. Nee, oké. Hebben ze die ook nog in andere kleuren? Anders doen we hem in het paars, hoor. Nee, we doen hem in het paars. Dan doen we het raam wel weg. En? Vinden jullie het mooi? Zijn jullie blij met mij vandaag? Ja, maar weet je, misschien zitten er nu wel mensen te kijken die denken van... ik vind het wel heel mooi. Je kan natuurlijk. Iedereen heeft zo zijn eigen smaak. Sommige mensen vinden dit wel heel leuk. Verplaats het raam. Ja, ik heb het gewoon weggehaald. Margie zegt heftig, maar het is wel in de stijl. Ja, dat vind ik dus ook. Dankjewel Joke voor je superchat. Ik zou het zelf ook niet zo heel erg snel in mijn huis zetten hoor. Maar
Het kan wel. We kunnen inderdaad eventueel die raampjes er nog naast doen. Dat is misschien wel leuk. Doe eens even op dezelfde hoogte. Doe eens even zo. Kijk, dan kunnen ze er nog precies zo naast. Ik heb nog nooit zo'n tiny house gezien. Oké, een nachtkastje. Als we nou slim zijn, misschien hebben we... Wacht, ik ga hem heel verfilteren. En dan zetten we hem op die pack van Tiny Living. Want als het goed is, zag ik dat vorige keer. En ik zou er geen roze bij doen in die keuken. Ja, maar ze heeft niet zo heel veel geld. Het is nu nog niet te betalen als we het in andere kleuren gaan doen. Als het goed is, zag ik vorige keer... Kijk, een heel klein bureau. Dat kunnen we prima doen als nachtkastje. Wat voor kleuren hebben we die? In het zwart. Ja hoor, helemaal in stijl. Kijk. Kan ze zo de bed in? Kijk, ik kijk even naar jullie in de tussentijd. Voordat ik zo meteen weer... Jij die helemaal enthousiast over die keuken. Ja, iedereen die hem afkraakt. Dankjewel Zorgteam voor je superchat. Ik vind hem leuk. Ik ga er gewoon lekker niks meer aan doen. Ja, zie, dat kan. Oké, nou gelukkig. Want er moet ook namelijk nog een stoel bij. Kan het dan nog steeds? Gaat het dan nog steeds goed? Oh, we hebben wel een tiny living stoel. Maar nee, ik hoef nu niet per se op tiny klein wonen te zitten. Geef me nu maar even alle stoelen. Geef me maar even een lekkere vampierenstoel. Nooit gedacht dat ik dat ooit zou zeggen. Oh. Zo, die gozer gaat zich hier zo meteen thuis voelen, jongen. Die gaat zo meteen blij zijn hier. Wat heeft iedereen tegen je schatje? Wat heeft iedereen tegen je schatje? Dankjewel, Mechteld, voor je superchat. Nou, weet je, het is natuurlijk best wel een uitgesproken smaak. Je moet hier wel van houden. Ik denk dat dat het vooral is, hoor. Maar het interesseert me niet. Ik ga gewoon lekker door. Want ik vind het een hele leuke challenge, namelijk om het een keer wat anders te doen. Ik zag jou 23 februari bij de Efteling met je man Mila en Emily. Oh, wat leuk, Mario. Hadden wij toen ook samen die foto gemaakt? Was dat toen ik ik wil altijd Peter en de Draak zeggen, maar Joris en de Draak. Was dat toen? Toen we uit Joris en de Draak kwamen? En met mijn verwilderde haar? Of was je het niet? Of had je niks gezegd? Maris, let je wel op je geld. Oh! Oei, wat is hier zo duur? Is dat dat bed? Oh, deze stoel is veel te duur, joh. Weg. Is dit bed zo duur? Oh! Jullie zeggen ook niks. Oh nee, maar dat is echt heel duur. Ja, nee, sorry. Dat kan ze echt niet betalen. Dat is echt veel te duur. Kijk, bye bed. Oh, dankjewel. Goed dat je dat zei. Dat is natuurlijk. Kijk, hij staat ook helemaal hier onderaan. Ik zit gewoon lekker. Lalila. Lekker alles in te pullen. Maar gewoon in te richten. Maar dat kan natuurlijk helemaal niet. Dan is mijn monies weg. Annelies dacht, ik had je bijna gezien in de Efteling. Ja, jij was echt net weg toen wij erheen gingen. Oh, Ilse zegt dat ik het verboden woord heb gezegd. Nee, toch? Nee, toch? Annelies, je zegt, ik was zo in de lof met het huisje. Goedenavond, goed bezig, Creature Games. Dankjewel, Manuel. Leuk dat je alweer 2 maanden lid bent van de Creature Crew. Annelies, je zegt, ik was juist zo in love met dat huisje. Ja, maar ik kan het niet... dat bed niet, dat is echt te duur. Dus dat moeten we niet doen. We moeten wel een 2-persoonsbed, maar het moet niet zo duur. Sorry. Weet je, ik kan een heleboel willen. Ik heb ook heel veel smaak, weet je. Ik wil ook altijd van alles. Maar dat wil ook niet zeggen dat ik het zomaar allemaal kan kopen. Kijk. Het is niet per se heel emo. Er zit wel paars in. Dit kan best wel. Weet je, hier moet ze het maar mee doen. Het is gewoon niet anders. We kunnen gewoon maar niet zomaar alles willen. Oh, wacht. We gaan terug. Ik zal hem even opslaan trouwens. We gaan gewoon zo meteen doen. Gewoon het kleine decoratietjes die het helemaal leuk maken. Oké? Okay? Comes good. Het komt goed. Oké. Okay. Doe een ander bed. Nee, kan ik niet betalen. Ik heb thuis niet eens een mooi bed. Kan ik niet betalen. Oké, niet al te dure stoel. Ik moet weer eventjes zo denken. Ik zit nu helemaal te denken in van... Ja, leuk bij elkaar met je. Alles leuk neerzetten. Kijk, een leuk rolstoeltje. Maar dat is niet wat we nu aan het doen zijn. We zijn nu arm aan het zijn. Arme sloeber. Kijk, even een goedkoop lampje. Want anders moeten ze ook vet hard gaan werken zo meteen. Hè, om dat allemaal te kunnen betalen.
Kijk, lampje hebben we ook in het roze. Oh, die kan alleen daar. Oh nee, dat is leem. Oké, okay, dan doen we daar op. Oh, zullen we haar een laptop geven of zo? Niet te duren. Een prettablet kunnen we doen. Doe wel die vampierenstoel. Ja, nee, maar die was ook echt hartstikke duur. Ik moet even op het geld letten. Hoe kan je lid worden? Oh ja, je kan ook lid worden van het Creative Games kanaal. Dat zit hieronder. Dus je hebt een abonneren knop, maar je hebt ook een lid worden knop. Abonneren is gratis. Lid worden kost €2,99 per maand. Als je dat niet ziet staan, dan komt het waarschijnlijk omdat je een kinderaccount hebt. Dus moet je eerst even toestemming vragen aan je ouders. Sowieso natuurlijk toestemming vragen aan je ouders als je ook jonger bent. Maar dat kost dus €2,99 per maand was zegbaar. En dan krijg je dus een groene naam in de chat. En je steunt daarmee gewoon ook het Creative kanaal. Dus je krijgt ook meerdere stickertjes om te gebruiken. Zelf meerdere... dat. Oké? Okay? Ik ga een laptop kopen. Hij kost wel 1000. Maar ik vind dat ze wel een laptop verdient. Het is wel een beetje een skeren. Maar goed, ze doet het er maar mee. Dit is het. Wat ze nu voor nu krijgt. Oké, okay, weet je, we gaan iets leuks boven de bed hangen. Zal ik hem even filteren op... we zien hier al een en al vampier. En ze kunnen niet in het bed zo. Nee, zal ik het even proberen? Kijk, ze kan natuurlijk sowieso dan wel via die kant. Maar even kijken of ze er via deze kant ingaat. Go, go, go. Ga even naar je bed. Even testen. Ja, daar komt ze. Voor de eerste keer. Oh, wat gaat die deuren leuk open. Ah. Ja, ze gaat wel via die kant. Oeh, oké. Okay. Ik denk dat je gelijk hebt. Oh, richting. Ik kom er niet onder vandaan, denk ik. Nee, jullie hebben gelijk. Ze kan inderdaad zo niet het bed in. Oké, okay. Nou, dan helaas. Dan kan het bureautje niet hier staan. Whoops. Ja, nee. Ik maakte het niet af, hè. Ik zei richting... De keuken gaat hij verhuizen. Oh, Rick die stuurt allemaal foto's. Oh ja, ze zijn het in de tussentijd dus in de auto aan het kijken op dat schermpje. Lief. Nou, dan heeft hij zo meteen wel door waarom ik hem dan dus in één keer scheetje noem. What? Dit moet denk ik wel kunnen. Ik vind het huis echt leuk. Ah, dankjewel. Heb ik het nou nog een keer gezegd? Nee. Toch? Nee, toch? Nee. Zei ik het weer? Oh ja, mijn man die zegt het ook al. Je zei het weer. Kan je dan ook gewoon even je mond houden en niet me allemaal berichtjes sturen? Zodat ik niet afgeleid raak door jouw naam? Ah, oh, oké. Okay. Nou, als ik nu voor de rest van de avond het niet meer zeg, dan heb ik het nog tussen de 0 en de 5 keer gedaan. Ik denk dat dit kan. Ik ga gewoon heel snel voor wat anders beginnen. Tijd voor nachtkastjes. Ik ga het niet meer hebben over mijn man. Mijn man does not exist for tonight. Dankjewel Josh voor je super sticker. Of je super chat. Of Josh. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Ja, mijn man zit allemaal foto's. Zei je. Ja, ik heb hem door. Dat was niet zo heel slim voor mij. Oké, goedkoop nachtkastje. Ga je bij elk woord nadenken. Mag ik dit wel zeggen? Ja, dit mag ik wel zeggen. Even een niet al te dure. Maar oeh, die is wel heel groot hoor. Oei, oei. En dit is echt heel naar. Hey, ik wil het wel echt een beetje leuk, hoor. Il. Nope. Oeh, paars. Ja, leuk. Dit doen we. Hoepla. En dan doen we er wel maar eentje. Doen we er een beetje zo er tegenaan. Plop, staat ze denk ik daar. En dan een lampje erop. Even zien. Ook niet een al te dure. Heet hier toevallig iemand, net zoals Maris haar man, want die moet dan even doneren. Oh, dan mag ik natuurlijk ook niet zeggen dankjewel. Ja, maar dat vind ik zielig. Nou, dan noem ik hem Ricardo. Ja, voor degene die doneert. Dan weet je dat. Dan weet je dat ik het eigenlijk niet bedoel, maar dan heet je vanaf dan gewoon even Ricardo. Het zou geinig zijn als iemand... ja, dat zegt hij ook als iemand dus zo'n superchat stuurt, ja. Nou, oproep aan Arnold en Ricardo's. Ik heb even een klein nachtlampje nodig, hoor. Nu me even niet meer afleiden. Ik zal inderdaad nog een prullenbak neerzetten. Die moet ik inderdaad niet vergeten. Even kijken, we hebben een heel goedkoop tafellampje. Niet al te dure. Deze hebben we.
Dat is wel een beetje... Ah, dat is wel schattig. Kijk eens, een paddenstoelenlampje. Dat is wel leuk. Doet hij er gewoon bij. Kan ons het schelen. Nog wat leuke decoratie. We kunnen nog een spiegel boven de bed hangen. Dat is wel leuk. Hebben ze een leuke? Hebben ze even een hele... Dit wordt allemaal verschil. Veel te duur, veel te duur. Ik kan alleen maar deze betalen. Dus het wordt toch weer deze. Die past ook eigenlijk net niet. Oké, dat is hem daar. Maar die heeft ze eigenlijk in de badkamer ook al hangen. Dus dat is misschien een beetje raar. Dan doen we hier liever, doe ik liever hier een lange. Waarom ben jij zo grappig? Ik? Ik ben helemaal niet grappig. Ik ben bloedserieus. Oh, kijk. Deze hebben we ook in leuke kleurtjes. Was dit niet die we aan de deur konden hangen? Zullen we dat weer doen? Dat vond ik zo'n leuk idee vorige keer. Maar vorige keer heb ik het niet gedaan. Hier, doen we die weer in het roze. Dus haar thema wordt gewoon echt helemaal in het roze met paars en zwart. Ik vind dat echt wel heel erg leuk. We kunnen trouwens deze muur ook nog een behangetje geven. Want ik vind dat vleermuisbehangetje wel echt heel leuk voor hier erbij. Even zien welke dat was. Deze. Oeh, wordt wel heel donker hoor, zonder van. Maar ik vind het leuk. En nog een kleed. Het is best wel eens leuk hoor, om van die huisjes echt zo in zo'n themaatje in te richten. Ook niet te dure. We hebben hier in het paars. Weet je wat we een keertje moeten doen? Dan gaat je geld. Nee, het gaat nog goed. Weet je wat we een keertje moeten doen? We moeten een keer een heel huis inrichten in één kleur of zo. Weet je wel, dat we echt zo'n kleurenthema doen. Dan gaan we allemaal spullen uitzoeken die allemaal in die kleur zijn. Lijkt me vet grappig. Een kleed. Kleden zijn niet mega duur, zie ik. Dus dat valt wel mee. Dat gaat wel goed. Ik weet het niet. Wat vinden jullie? Kleed leuk? Moet ik even een andere zoeken. Ik kan hem ook even ietsjes kleiner maken. Dankjewel. Ricardo voor vanavond. Voor je superchat. Dankjewel. Nee, heb ik het ook alweer gezegd? Nee. Ja, jullie vinden hem leuk? Oké, ja, kan hem ook namelijk anders nog even een kwart slagje draaien. Kijk, dan is hij niet meteen zo bizar groot. Dan doen we hem zo. Qua kleur matcht hij wel, hè? Ja, dit kleed is leuk. Oké, nou, dan doen we deze gewoon. Dan doe ik hem zo. Dan vind ik wel even iets moois dan. Anders vind ik hem net te groot. Ik vind het wel schattig worden trouwens. Hebben we nu al hier tegeltjes? Ja, nog geen wc-rol. En nog een prullenbak hebben we nodig. Zo. We kunnen nog een handdoekje hieronder hangen. Jawel, ja. Doen we die daar? Geen idee trouwens. Wacht, ik ga even testen hoor. Even testen of ze naar de wc kan. Ga naar de wc. Jij moet naar de wc. Oh, nee. Oké. Heel leuk idee hoor, die spiegel. Zag je wat er net gebeurde? Zag je dat ze er gewoon doorheen liep? Dat gaan we dus niet doen, hè? Dat vind ik echt heel lelijk. Dan doen we hem wel gewoon hier. Of hier. Dan kan ze daar nog een leuke plant naast de bed of zo. Oké. Wc werkt. Ik laat er eventjes douchen. Nee, douchen. Nee, hier. Even een snelle douche. Dankjewel, Lucia, voor je superchat. Het verboden woord zat dus weer 5 keer gezegd. Ah, oh, stomme spiegel. Ja, jammer, hè? Ja hoor, alles gaat goed. Douchen gaat goed. Dit gaat super. Oké. Oké, zij staat onder de douche. Zij is blij. Ziet er een beetje hier doorheen. Kijk, zie je dat? Nou, dat is niet erg. Doen we hier nog even iets aan een leuke plant of zo naast haar bed? Niet dat dat nou heel erg nodig is, maar... Oeh, misschien hebben ze die ook wel in een leuke kleur. Hebben ze een heksenspiegel? Is dat er? Ik ga even kijken, maar waarschijnlijk echt niet te betalen duur. Ik zie niet echt iets. Jullie wel? Zie ik het over het hoofd? Wel een... Oh. Emily! Emily, je kijkt toch? Deze vind jij vet leuk. Alleen misschien die kleur niet. Maar kijk, het is zo'n... Deze kleur dan. Die is vast ook in het roze. Kijk. Dat is zo'n poesje. Oh. Die is echt zo cute. Die is echt heel schattig. Oké. Een heksenspiegel. Nou, die zie ik er niet tussen zitten hoor. Gordijntjes? Ja, gordijntjes is wel leuk. Hey, maar ik doe dit niet boven de bed hoor. We moeten nog heel even kijken of we iets leuks boven de bed kunnen hangen. Zullen we heel even filteren op vampierenpek? Hoe heet de vampierenpek? Heet dat gewoon vampierenpek? Oh ja, heet gewoon vampierenpek. Niks spannends. Yeah, zoiets zocht ik inderdaad. Dit is helemaal goed. Dit is leuk. Hey, is dit die vent? Hey,
Dit is hem! Dit is hem! Dit is die creep die we zo meteen gaan versieren. We kunnen hem ook echt zo super groot hier zo hangen. Doen we die ramen weg. Dan komt hij hier binnen. En dan hangt er een vet grote foto van hem aan de muur. Nee, dat is echt heel raar. Dat is echt heel raar. Oké, iemand zegt, doe nog even andere tegeltjes onder de douche. Dat vind ik wel leuk. We moeten die prullenbak niet vergeten, jongens. Help me herinneren dat we die prullenbak niet vergeten. Ja, zo'n fangirl toch? Ja, dan zou ik me echt een beetje ongemakkelijk voelen hoor. Als ik dan iemand had ontmoet en dan kom je daar dan voor de eerste keer thuis. En dat je dan... roze. Zo midden mijn verhaal stopt het gewoon. Helemaal afgeleid door die vieze roze tegeltjes. Zo doen dan. Ja, het is niet het allermooiste ooit, vind ik hoor. Als hij zo in de hoek om zit. Dus ik denk wel dat ik hem dan zo wil. Maar dat is ook misschien een beetje gekkig. Maar dan doen we het wel gewoon zo. Hier doe ik dat achter de wc ook. Ja, jullie moeten het doen met dit verhaal. Dat was een heel goed verhaal. Hier doen we het zo. Dit is wel leuk. Want helemaal roze is een beetje intens, denk ik. Oké, wacht. Ik ga nog heel veel terug hoor naar die muurdecoratie. Ik moet nog heel veel filteren op de vampire. Oh ja, ik zat te vertellen dat, dat je dan thuis komt bij iemand. En dat er dan heel groot zo'n... Nou, einde verhaal. Je doet het er maar mee. Hier nog lelijke schilderijtjes. Wat is dit? Ja, ik weet niet. Vinden jullie dit mooi? Niet voor binnen, toch? Wat is dit? Nee. Nee. Nee, ze heeft ook niet allemaal gaten en zo in haar huis. Want ze heeft gewoon een mooi huisje. Kijk, dit doet ze allemaal niet aan. En ook geen spinnenwebben en viezigheid en zo. Nee, dit is allemaal goed zo. Dit is leuk. We kunnen hier nog iets neerzetten trouwens. Een plant wilden we nog. Plant, 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 plant. Kijk hoe snel we zijn. Ja, het geld gaat wel hard, hè? Ja, ik heb nog 8000 over. Dus dat is toch geld van de ouders. Weet je trouwens wat ik me realiseerde? Pas na de stream. Ik woon op 1 plot. Dus dat betekent dat alle mensen op datzelfde plot wonen. Dat ik zo meteen nog meer mensen heb om te besturen. Want ik heb nu dus vorige keer al moeite gehad met deze mensen hier zo. En met Storm. Is Storm eigenlijk alweer terug trouwens? Want we waren vorige keer Storm kwijt. Nou ja, Storm is nog steeds niet terug. Denk ik. Oh jawel, jawel. Kijk, die loopt gewoon... Oh, daar konden we het waarschijnlijk niet winnen. Dus het is gewoon hier. Maar die 3 mensen heb ik dus om mee te spelen. Ik heb Bloem om mee te spelen. Nou, dat ben ik wel gewoon. Maar zometeen krijgt zij dus een man... Waar ik ook weer mee moet spelen. En een kind. Waar ik ook weer mee moet spelen. En dat worden er dus steeds meer. Worden er gewoon steeds meer. Oh. Oké, plant, plant, plant. Ik ga hem even nu niet meer laten afleiden. Oh. Schattig. Even concentratie. Deze bloemen zijn leuk. Bloemen. Random. Omdat ze leuk zijn. Even een plant. Wow, het lijkt op een vampierenhuis. Yes! Missie geslaagd. Dat is ook een beetje de look waar we voor wilden gaan. Want we willen dat, die vampier zich zometeen helemaal welkom voelt. Heel zijn deze planten duur. Moet even niet al te duur hoor, jongens. Want anders dan... Deze is wel echt wel leuk. Zullen we deze doen? Hij is wel een beetje groot. Maar hij is wel echt wel leuk. Wat schattig. Oké, nog 1 upgradeje. Prullenbak, ik zal hem niet vergeten hoor. Niet prullenbak vergeten. 5 minutes later. Oh nee, prullenbak vergeten. Hebben wij hier een hele lekkere, heftige, zwarte kroonluchter. Dat wil ik erbij. Hebben we dat? Jawel, dat moet erin zitten. Het is de Sims, kom op. Ik weet zeker dat dat erin zit. Wel dit nare ding. Nee, die vind ik niet mooi. Deze hebben we. Maar nee, ik wil niet met kaarsjes. Kom op, we wonen gewoon in het nu. Ik wil gewoon met lampjes. Ah, jammer. Ik had gehoopt dat er echt nog wel iets van een toffe kroonlucht erin zou zitten. Maar volgens mij moet dat er ook gewoon niet. Kun je dan ook voor Storm een huisje maken? En misschien een man en een kindje geven? Ja, dat kan wel. Maar dat kunnen we ook doen met het dochtertje van... Of zoontje. Ik weet natuurlijk niet wat ze krijgt. Van Bloem. Waar is je Maltesers? Ja, zal ik er even eentje eten?
ga het doen. Moeten jullie even nadenken of er een kroonlucht erin zit. Maar dus je zegt dat het gaat opletten. Een half seconde later. Oh, dit is ook leuk. Oh, dit ook. Ja, zo snel afgeleid. Oké. Okay. Nou, we doen deze. Dit is leuk. Niet helemaal wat ik zocht overigens, maar goed genoeg. Ik hoop dat ze nog normaal de bedje in kan, zo. Iets meer hier. Zo. Doen ze. Oh, wil jij niet op mijn computer gaan staan? Voordat jij zo meteen alles uitzet. Dan hebben we... Dat is papa die thuis komt. Hoi. Hoi, scheetje. Ja, zaten jullie mijn stream te kijken in de auto? Ik had het gezien inderdaad op een foto. Wat leuk. Oké, ik moet even opletten, liefje. Ik mag me niet meer laten afleiden van de mensen in de stream. Sabi was helemaal geschrokken toen jullie binnenkwamen. Oh, roze prullenbakje. Oké, doen we het prullenbakje gewoon lekker zo hier in de hoek. Dan moeten we nu nog gordijntjes. Nou, en dan zijn we bijna klaar. Ja, dan kunnen we de buitenkant nog, maar dat is niet belangrijk. Of wel? Moeten jullie maar stemmen. Wat willen jullie dan eerst? Wat doen we eerst? Nog even snel nog een klein tuintje maken. Dankjewel, Ricardo Simo Monse, voor je superchat. Wat doen we eerst? Die vampier versieren. Speel weer een keer Among Us. Hey Joost, dankjewel voor je superchat. Speel weer een keer Among Us. Ja, maar dat wil dus niemand meer spelen. Heb ik al meerdere keren antwoord op gegeven. Als ik een keertje het kan regelen, dan regel ik het. Maar anders, als het niet lukt, helaas. Want als iemand het wil spelen, dan houdt het op. Wat doen we eerst? Vampier versieren of een klein tuintje maken? Hè? Ik dacht, jongens, dat duurt echt een paar seconden. Wat is er? Ja. Wil je naar buiten toe? Kom maar. Kom maar. Even wachten hoor. Sabi die wil. Papa. Geschrokken. Sabi kan soms heel schrikkerig zijn. Ze is helemaal geschrokken van dat geluid van dat iemand thuis komt. En soms ook helemaal niet hoor, maar soms kan ze in één keer heel schrikkerig zijn. Oké, jullie zeggen eerst die vampier versieren, overduidelijk. Oké, nou dat doe ik nog wel voor gordijntjes, goed. En dan gaan we die vampier versieren, dan doen we dat tuintje later wel. We hebben nog roze gordijntjes. Oh, we hebben ze ook in het paars. Ja, intens hoor. Ik vind het intens. Maar het misstaat niet. Zo, alles bij elkaar matcht wel. En daar heeft ze gewoon geen gordijntjes hoor. Bij dat. Want ik denk niet dat ik daar iets voor heb wat echt goed past, denk ik. Want dat keukenkastje zit dan in de weg. Denken jullie ook niet? En anders moet er echt iets heel anders bij. Oeh, wat is dit nou weer? Ja, de vampierversier is interessanter. Ja, dat denk ik ook. Ik ga hem uitzetten. Overduidelijk. Vampierversieren. Oké, is goed hoor. Nou, dan doen we hem zo. Kijk, heeft ze paarse gordijntjes. Ik hoop dat ze nog normaal door de deur kan. Denk het wel. Ik hoop het wel. Anders kan ik hem ook nog hoger doen. Het is, ik vind wel... Wat vinden jullie van haar huisje? Ik vind het wel cute. Ik vind het echt wel heel schattig. Het is echt heel erg lekker. Best wel ruim. Ik heb het gevoel dat dit huisje ruimer is dan dit huisje. Maar ja, het is niet zo gek ook. Want hier wonen natuurlijk ook superveel van die kinderen in. Hier kan trouwens wel één bed weg. Want dat is nu niet meer nodig. Die kan dus nu ook anders. En jullie zeiden volgens mij vorige keer... dat ik dit bed eronder kan zetten, toch? Oh, kijk nou. Oh ja, maar dan kunnen ze er weer niet normaal in. Oké, nou dan doen we dat wel later, oké? Dan doe ik dat nu nog even zo. Maar dat kan dus nu ook. Nou, dat kunnen we dus ook weer anders inrichten. Dus ik hoop dat ze dan wel automatisch hier naartoe gaat om te wonen eigenlijk. Kan je dat ook instellen, dat dit dan nu echt haar huisje is, zeg maar? Ik zou er persoonlijk niet willen wonen. Nee, snap ik. Maar ik vind het dan toch ook wel weer leuk eigenlijk. Mijn moeder is net als jij... Helemaal oh. Accountnaam gewijzigd, zeg je geen Rick. Oh, helemaal je accountnaam gewijzigd. En dan zeg ik niet... De naam van mijn man. Ja, sorry Ricardo. Trap er niet in. Oeh, hallo, hier ben ik. Maar ja, je zou er persoonlijk niet willen wonen. Nee, ik snap het, ik snap het. Oké, ze gaat even lekker slapen, want ik denk dat ze moe is. Het is even moe. Oké, let's go. Even snel slapen. Ja, hoe gaat het met de vampierenbaby? Slapen die wel?
Oh, je kan wel instellen dat ze daar slaapt. Ja, dat weet ik inderdaad, ja. Want dan kan je zeggen bed toewijzen aan, hè? De rechterkant van het bed toewijzen aan, dat kan wel. Maar ja, zij ligt nu hier. Ik weet niet waar ik dat doe. Maar is de prullenbak? Ik heb een prullenbak. Kijk, die staat daar. Die staat daar in de hoek. Ik kreeg ruzie met iemand op school over welk leegte wij sterker zou zijn. Oh, weer dit. Weer dit geneuzel over wie er sterker is. Oké, even doorslapen. Je huis is heel mooi hoor. Voor een emo-vampier. Nou, precies. Ik vind hem ook goed gelukt. Ik ben er helemaal blij mee. Helemaal tevreden ben ik. Hé, hey, wat heb ik gemist? Ik ben er net. Nou, we hebben net er heel een huisje gebouwd. Kijk, een huisje helemaal in het paars en in het roze. Echt super cozy. En we gaan nu... Je komt nu net op het leukste moment binnen. We gaan versieren. We gaan op vampierenjacht. Maar we gaan die creep proberen, hè? Die ene die we vorige keer ook hadden. Ze moet even slapen, want ze is moe. Je kan de deur op slot doen. Maar je kan er ook op klikken en dan kan je kiezen. Oké, op klikken. Als voordeur instellen. Voorsteek specifiek vergrendelen. Nee, misschien ziet ze het al helemaal als haar huisje. Ik weet het eigenlijk niet. Oh, ze moet wel eerst even eten nog. Oh, ik zie het. Oké. Kan ze nu al voor zichzelf zorgen, denk je? Ze gaat even een snelle maaltijd eten. Ze gaat zelf al wat eten. Oh, ze gaat tosties maken. Oh, prima. Nice, doe het. Ga lekker tosties maken. Oh, het ziet er al zo naar uit als die muren dan ineens omhoog zijn. Niet meer omhoog zijn. Ik kijk nu bij een vriendin. Oh, gezellig, Anne-Sophie. Als het huisje niet zo paars zou zijn, dan zou ik er wel willen wonen. Cute! Nou, dat is heel erg makkelijk aan te passen. Als je niet houdt van paars. Ik vind het wel leuk ook. Maar ik zou het zelf in mijn eigen huis ook niet zo snel doen. Maar aan de andere kant, als ik dan eenmaal heb gekozen voor allemaal van die kleurtjes, dan vind ik dat eigenlijk ook wel weer schattig. Oké, ze gaat het eten. Daarna moet ze plezier maken. En wij ook. Wij zijn ook klaar voor de plezier. Een brandalarm? Nee joh, helemaal niet nodig. Zij kan vet goed koken. Bloem kan alles. Kijk hoe lief ze eruit ziet. Ze is zo cute. Ja, geen honger meer? Ben je klaar met je tosti? Schiet op met die tosti. Hup, dooreten. Tosti erin. Hoppa. Ja, klaar? Wel even mooi... Echt serieus? Oh, ze gaat het nog wel afwassen. Ik denk echt, is zij nu zo iemand, weet je wel, die al meteen de eerste dag... Mam, ik heb afwas voor je. Ik ga het niet zelf zitten afwassen, hoor. Maar nee, oké. Even outfit wijzigen. Wat gaan we aandoen? Deze. Dat is leuk. Doe maar even aan. Ja, ga je dan ook weg als het hier stinkt? Kom, hup, weg hier. Bah, ga toch ook niet hier zitten lezen? Kom, we gaan weg. We gaan reizen naar... Kijk, ik heb dus vanmiddag, dat is dus wat ik heb gedaan voor de thumbnail, ben ik naar zijn huisje gegaan. Dan heb ik dus alleen aangeklikt om met hem te kletsen. En toen heb ik die thumbnail gemaakt, dus nu kent ze hem. Dus we kunnen nu... En misschien ook wel bellen eigenlijk, om hem te laten komen. Nou, ik ga eerst even naar hem toe. Here we go. Hij heeft wel echt een bizar huis. En dan komt hij weer bij haar wonen. Dat is echt zo niet realistisch. Waarom zou je dat doen? Maar oké. Kan je niet selecteren dat Bloem niet in het huis van de Marissa mag komen? Ja, maar dat wil ik dan weer niet. Want ze moet daar wel af en toe natuurlijk gewoon langskomen. Maar we zien het zo meteen wel hoe dat gaat. Kijk, ze heeft zich helemaal mooi aangekleed voor vandaag. Ze ziet er vet leuk uit. Let's go. Op de deur kloppen. Ze vindt hem ook niet eng. Zij vindt hem helemaal leuk. Ik hoop zo dat het gaat werken. Ik ga echt mijn best doen, oké? Okay? Geef niet op. Oeh, kom maar binnen. Ze is nog wel tiener trouwens, hè? Kijk, zie? Ze is nog wel jong. Ze is nog niet jong volwassen. Ze mag eigenlijk nog helemaal niet op de cel wonen. Ze is nog maar tiener. Ik vind het echt een... Ik zou echt nu al gewoon... niet blij zijn. Dat enge orgel. Oké. Leren kennen. Kom, we gaan even met hem praten. Ze heeft er gewoon weer wat te eten. Of wat doet ze daar? Oh, gaat ze gewoon afwassen of zo? Oh, ze ruimt gewoon zijn rommel op.
Oh ja, we hadden haar heel netjes gemaakt. Zodat we het vet makkelijk gingen krijgen, zeiden we. Maar nou zit ze bij hem meteen op te ruimen. Dat is ook niet... afwassen, wel ja joh. Hij zal ook wel denken, wat is dit nou? Komt voor de eerste keer binnen. Ga meteen mijn rotzooi opruimen. Ik zou me serieus wel een klein beetje beledigd voelen. Als je gewoon binnenkomt bij iemand. Of als iemand bij mij binnenkomt. En dan gewoon meteen mijn vuile troep gaat pakken. Of mijn afwas gaat doen. Dan is het zo. Nee, ik zou niet meer. Ik zou ver blij zijn. Ik zou ver blij zijn. Ja hoor, ik heb nog wel meer voor je te doen hoor. Nou, dit schiet nog niet echt op. Maar hij is weer weg. Ik wil even te kletsen. En hij is weer weg. Poef, hij is weer weggefladderd, ja. Maar ja, zij maakt het zichzelf even lekker gemakkelijk. Gaat ze nou toch weer allemaal doen? Ontsteken. Gaat ze nog meer haartjes aandoen? Nou wel ja, ik laat ze gewoon eventjes. Wachten we even totdat die poef weer terug is. Kijk! Hey, lijkt onze kamer bijna wel. Ja, ze gaat gewoon serieus even hier in zijn huis alle haartjes aansteken. Oké. Wel ja, joh. Mag ook hoor, als je bij mij langskomt, mag je ook gewoon beste haar aan doen. Is oké. Ik zou wel langzaam weggerend. Nou, ik zou vooral gewoon nu wel willen weten waar die is, zeg maar. Want je komt hier toch niet zomaar binnen? Waarom doet hij dan zo onbeschoft, weet je wel? Dat hij dan niet... Gewoon even... Ik vind dit ook niet een gezellige ruimte. Ik zou hier helemaal de biebers krijgen. Dat je dan hier zo in ligt te slapen. Maar goed, nee. We gaan vandaag niet zeuren over dat we het eng vinden. Zij vindt het leuk. She's into this. Als tiener kan je geen kindjes maken. Oh, dankjewel Ricardo voor je superchat. Als tiener kan je geen kindjes maken. Oké, dus ze moet eigenlijk nog even iets ouder worden. Oh, Storm moet naar school. Moet ik daar ook nog voor zorgen in de tussentijd? Nou, dan mis ze maar een keertje school, hoor. Bloem moet ook naar school. Oké, shit. Ze moet echt even terug, jongens. Daarom zit ze ook de hele tijd op de telefoon. Ze is gewoon nog niet volwassen genoeg. Oké. Oké. Kunnen we bij haar nog een keertje dat kaarsje doen? Je bent nog helemaal niet oud genoeg om op jezelf te wonen, meisje. Je bent nog maar jong volwassen. Je moet naar huis. Nee, niet dit is de verkeerde. Dit is weer van vorige keer. Deze moeten we hebben. Je moet naar school. Oké, dit gaat nog niet helemaal goed. Goeie moeder ben jij. Ja, joh. Dit gaat zo goed. Laat Bloem volwassen worden. Ja, kan dat dus? Dat is in de tussentijd de deurbel die je hoort. Maar Rick is inmiddels weer thuis. Oh! Mijn scheetje is weer thuis. Die kan open doen. Oh, dat zijn mijn nieuwe roze stoeltjes. Voor boven. Oh, dat heb ik jullie helemaal niet verteld. Dat is niks. Dat is niks dat binnenkomt. Nou, ik ben lekker bezig, hè? Ja, kom maar weer door hoor. Ik heb het weer gezegd. Oh, wat erg. Het kan hoor, mijn zus is 17 en die woont alleen. Ja, oeps. Lala, ik was ook 17, toen woonde ik op mezelf. Dus dat kan ook inderdaad. Ja, oeps. Nou, dit gaat weer goed hoor. Oh, wat is dit? Is het warm? Oh, ik heb haar outfit voor warm nog niet gemaakt. Nah, boeien. Maar ik heb haar nog helemaal niet... Ik heb alleen maar die eerste drie gemaakt vorige keer. Oh, ja, echt heel slecht hè, dat ik het alweer zo vaak heb gezegd. Oké, mijn vraag. Je moet gewoon weer een taart maken. Oké, kan ze nu zelf die taart maken? Inmiddels, dan doen we dat nog even hier. Dan wonen we zogenaamd nog thuis. Dan gaan we bakken. Nee, ze kan niet haar eigen taart maken. Oké, kom op Maris, je moet nog even wat voor haar doen. Bakken. Staat niet bij bakken, staat bij koken. Kijk, ze is ook naar school trouwens, zie je dat? Koken. Taart. We moeten ook wel geld verdienen in de tussentijd, hè? We kunnen niet zomaar een wintertaart. Waarom hebben we niet een gewone een kokoscake? Nee, alleen maar een bosbessentaart. Zo duur, jongens.
Het staat... Oh jee, ik scrolde gewoon voorbij. We gaan voor een witte taart. Ze gaat een witte taart maken. Maris, drink nu. Ja, dankjewel. Ik ga even wat drinken. Naar boven. Heb ik wat gemist? Good evening. Goedenavond. Nou, zij gaat de taart maken. Dan kunnen we er nog één keer ouder laten worden. Want blijkbaar is Tiener dus nog niet jong volwassen. Was nog even, ik liep even eventjes op de zaken vooruit. Dus we gaan even bij de Marisjes in huis. Dan gaat die andere Maris in de tussentijd. Dit kan nu vast wel weer... plant ontwortelen. Plant water geven. Oké, water geven. Plant ontwortelen. Wat is ontwortelen? Hoe, hebben we niet al een keertje weer iets van oogst of zo? Nee, hè? Opslaan. Oké, ga doen. Je kan toch een tienermoeder worden in de Sims? Ja, ik weet het niet. Ik heb geen idee. Maar dat maakt niet uit. Dan maken we er wel wat ouder. Dat is op zich niet zo'n probleem. Oh, ze gaat nu gewoon even lekker alles water geven. Oké, dan zorgt zij in ieder geval hiervoor. We kunnen nog even proberen de kippen te rapen. De eitjes in ieder geval. Dan kunnen we die nog proberen te verkopen. We moeten toch even kijken of we moeten toch wel even iets van geld verdienen. Hè? Want anders komt er weinig geld binnen hoor. Laat haar schilderijen maken om te verkopen. Ja, dat kunnen we ook wel doen inderdaad. Kunnen we, maar Bloem heeft het even druk. Oh, Zwerver Maris natuurlijk. Ja, want die kan echt vet goed schilderijen maken. Maar dan moeten we wel van een ezel halen. En die moet in haar huis, eigenlijk. Eigenlijk. Oh, nou, dit kindertafeltje kan inmiddels wel weg. Oké, wacht. Kijk, doen we dit kindertafeltje weg. Kopen we even een schildersezel. Dan kan ze daar inderdaad wat geld mee verdienen. Want dat tuinieren, dat gaat dan niet echt heel vlot of zo, hoor. We waren beter in dat schilderen. Kijk, doen we die daar. Oh, niet dit? Ja. Oké, okay, als zij zo meteen dan klaar is, dan kan ze daarna wel even een... Waar was ze ook alweer goed in? Wat leverde nou ook alweer veel op? Een figuurlandschap? Een klassiek schilderij, volgens mij. Een groot klassiek schilderij gaat ze zo meteen maken. Oké, hoe is het met mijn taart? Hoe is het met mijn taart? Maris, waarom sta jij die taart niet meer te maken? Waar is de taart? Waar is de taart? Is er gewoon... Die heeft ze echt niet in de koelkast gestopt, of wel? Heeft ze die... Heeft ze die... Is ze gewoon gestopt met die taart? Wat is er gebeurd met mijn taart? Hebben jullie het gezien? Wat... Nou, oké, ik maak nog wel een keer een taart. Ik weet niet wat er gebeurd is met de taart. We gaan maken een witte taart. Misschien buiten? Oh ja, dat zou misschien ook kunnen. Nope. Nope. Nee hoor. Ze is gewoon wat anders gaan kijken. Ze is gewoon lekker kippie. Lekker. Ze is gewoon lekker stinky aan het knuffelen. Maar ze is voor de rest niks aan het doen. We hebben morgen oogstfeest. Ja jongens, het schiet niet op. Ik heb van alles te doen. Hallo? Wat is er? Oh nee. Oh, ze zijn wel heel dun. Dat moet ook echt natuurlijk nu. Maar, ja, maar ik dacht echt, zo kreeg ik het. Helemaal vacuüm verpakt. Oei. Oké, maar dat zet niet... Het waren allemaal hele platte pelletjes. Die worden dikker. Ja, maar het wordt nooit zo dik. Maar dat was echt hartstikke duur. Oh. Oké. Ja, sorry hoor, Rick die komt eventjes tussendoor gewoon random met huiselijke zaken. Maar we hadden even wat besteld. En dit is niet helemaal wat het had moeten wezen. Maar ja, dan stuur je toch terug. Ja, maar ik krijg het nooit meer in die verpakking. Ja, maar dat is niet ons probleem. Als het niet is wat het had moeten zijn. Oh, nou heb ik het verboden woord ook nog gezegd hè, door jou. Oké, Ilona zegt, als je op jezelf klikt, dan kun je via het stukje actie een groep creëren. En dan kan je hem toevoegen aan de groep. Oké, wacht, ik denk... Oops. Als je dan op bank klikt, dan kun je samen zitten. Wat? Oké, wacht, ik heb volgens mij even wat gemist. Ik zie trouwens alleen hier dat ik inmiddels echt een vette rotzooi aan het maken ben. Is ze nou die taart aan het maken? Ja! Ja! Dus de kaarsjes moeten doen we erop.
Eindelijk. Zij is lekker bezig. Ze maakt er wel echt een rotzooi van, joh. Wat is er artistiek geworden afgelopen tijd. Dit heb ik vorige keer niet gezien, hoor. Al die rotzooi. Nou, die andere Maris die ruimt het wel even op. Weggooien. Gooi het even netjes. Oeh. Wat is hier gebeurd? Naar deals duiken. kan ik dit ook opruimen? Wat een troep. Een kindje proberen te maken. Er ligt te veel afval voor deze romantische ontmoeting. Dat doe je toch ook niet in mijn prullenbak? Dat kan toch niet? De kinderen groeien wel erg snel op. Waar gaat de tijd? Ja, de tijd vliegt voorbij. Hè? Voor je in het dorp zijn ze groot. Het gaat zo snel. Oké, deze is klaar. Dus die kunnen we wel verkopen. Doen we hem zo of gaan we hem op Fopsy zetten? Ik ga jullie wel weer vragen. Goed? Doen we hem op Fopsy? Of dan doen we gewoon lekker snel cashen? Oh. Yes, stem maar weer. De poll staat erin. Hoe smaken je Maltesers? Ja, wel lekker. Ik heb er alleen nog niet zoveel gegeten. Ik mag eigenlijk wel wat meer eten van mezelf. Jullie kunnen stemmen, hoor. Met de Fopsy of de lekker snel cashen. Voor de mensen die niet weten, Fopsy is een soort van marktplaatsachtige Etsy. In deze game. Dus dan hebben we niet meteen geld. Want duurt het even een tijdje. Jullie zeggen nu al lekker snel cashen. Oké. Okay. Nou, ik hoef niet eens te wachten totdat het afloopt, denk ik. Lekker, snel, cashje. Oh ja, even inlijsten. Niet dat het meer geld oplevert of zo. Maar oké. Okay. Lekker, snel, cashje het is. Dank jullie wel voor het stemmen. Dan gaan we hem verkopen. Doe het. Lekker, snel, cashje. Ik heb zo pauze in de voorstelling op werk. Dus ik ben hier weer eventjes weg. Is goed hoor, Ilona. Leuk dat je er steeds even bij komt. Gezellig. Nou, Bloem zit nog op school. De taart staat klaar. Wat moeten we nog meer doen qua voorbereidingen? We hebben weer even een klein beetje geld verdiend. Heeft ze nog een beetje energie? Meer dan genoeg. Dan gaat ze er nog maar eentje aan schilderen. We hebben geld nodig. Maak nu maar een figuurschilderij. Ja, maakt niet uit. Dan ruimt die andere maar eens wel op. Zie, die gooit het zometeen wel weg. Waarom gooien ze het daar? Is het om deze vol is? En als deze vol is, wat ik ook zie, en dat ze het daarom niet kunnen weggooien. Hoe leeg ik dit dan? Waarom? Die optie is er niet. Ja, dan stopt zij het weer daarin. En als ik dit nu leeghalen, dan gooit ze het zeker weer hier op de grond. Ja. Ja, dat gaat niet helemaal goed. Dat gaat niet helemaal goed. De kraan is kapot. Ook nog. Oh, je hebt gelijk. Repareren. Dat kan ze. Dat gaat vast goed. Het regent in de tussentijd. Je moet een vuilnisbak, gewoon een hele grote groene kopen. Ja, ik dacht dat dat dit was. Ik dacht dat dit goed ging. Maar kijk, doe dit weg hoor. Hup, weg met die troep. Dit ook. Kan ik dit weg? Oh nee, oh sad. Oké, dat kan niet. Een vuilnisbak, gewoon een groene. Ik dacht, dit is lekker heel groot. Oh, levert wel weer wat geld op. Gewoon zo eentje. Gewoon een vuilniscontainer op wieltjes. Noemen we die daar dan. Oké, nou kijken of het dan wel goed gaat. Goed. En dan doen we die weggooien. Zij kan dit blijkbaar niet maken. Gaat weer voortreffelijk. Nou, dan doen we hem wel gewoon vervangen. Maakt het oké. Je hebt ook een stapelbed met een tweepersoonsbed eronder. Omdat Bloem nu op zichzelf gaat wonen. Ja, die zit er standaard in. Ja, we moeten dit nog even anders gaan inrichten. Maar ik dacht, ik ga jullie niet weer de hele tijd ophouden met het inrichten. Even lekker te omweren en zo. Ja, mooi. Wordt mooi. Ah, het is wel lief dat ze er zo gezellig bij komt kijken. Hij is vervangen. Oké, dan moet dit even gedweld worden. Ruim naar die murende borden op. Oh my god, het is echt een stinkhuis dit, jongens. Het is echt niet te doen. Alles meurt hier altijd in dit huis. Niemand doet hier ook wat. Dus wat dat betreft is het wel lekker dat we die Bloem hebben ingesteld. Dat zij gewoon even ietsjes beter en netter voor alles zorgt en zo. Ja, ga nou naar die vampier. Ja, dat wil ik. Maar ze zit dus nog op school. Ik kan haar niet zomaar van school halen. Ze kan niet spijbelen, of wel? Ja hoor. Als een echte tiener. Bloem heeft geen zin meer. Oh, ze is er ook helemaal bang van. Hij valt onweer waarschijnlijk. Kom Bloem. Hup, snel naar binnen. Oké.
We gaan kaarsjes hier. Doe je kaarsjes uitblazen. Hier, blaas het uit. Blaas het uit. Nee. Hou op met wat je aan het doen bent. Het regent. Doe niet zo gek. Kom, je bent jarig. Je wordt volwassen. Ja, hup, gespannen. Snap ik. Ben ik ook altijd op mijn verjaardag. Naar binnen. En blaas je kaarsjes uit. Hup, hup. Doe het. Iedereen is erbij. Gezellig. Ik zit ook gewoon televisie te kijken. Arme bloem. Ja! Nou, gelukt hoor jongens. We did it. Gefeliciteerd bloem. Ze is jong volwassen geworden. Dus dat betekent... Natuurlijk, dat doen we altijd buiten. Nou, dan denk ik dat we nu dan wel... Als voordeur instellen. Nee. Kunnen we er... Kijk, want ze gaat automatisch denk ik wel weer... Oh, ze heeft helemaal geen tv. Oh jongens, nee, dat kan niet. Wacht. First things first. Belangrijke dingen. Ze heeft geen tv. Dat kan niet. Wacht. Dat is heel belangrijk. Kijk, televisie. Zullen we gewoon dit weer doen? Hebben ze hier ook een roze van? Nee. Zet. Oké. Okay. Nou, doen we die gewoon weer hier zo boven de... Boven de deur. Dat is echt het meest efficiënte dat ik kan verzinnen. Denk ik. Ik zou niet weten hoe we dit anders zouden kunnen doen. Doen we het gewoon zo? Waarom een tv? Ja, omdat ze nu dus blijkbaar alweer televisie gaat zitten kijken bij die andere mensen thuis. Ik wil wel dat ze wat meer in haar eigen huisje gaat wonen. Kijk, ik ga dan maar even hier naar binnen. Maar ze moet dus even... Ik weet niet hoe ik dit huisje kan instellen. Oh, dit ging nog over die vampier, zegt Ilona. Dan kan je een groepje mee vormen en dan kunnen ze zo samen op een bank zitten. Dan gaat het niet zo snel weg. Oké, dus dan moet ik op mezelf klikken. Dan kan je via het stukje actie een groep creëren. En dan kan je hem toevoegen aan een groep. En als je dan op een bank klikt, dan kun je samen zitten. Oké, dan zal ik dat wel eventjes doen. Dan gaan we weer even naar hem toe. Ze is nu eindelijk jong volwassen. Dus dat betekent dat ze nu echt op zichzelf kan wonen. We gaan weg hier. Goed? Dus niet zo heel blij met het onweer. Maar misschien regent het niet bij... Regent het niet bij hem. Ik ben er weer. Heb ik veel gemist? Nou, we moesten haar nog even ouder maken. Ze was nog een tiener. Dus we moesten haar nog even jong volwassen maken. Dat hebben we nu gedaan. Ze heeft gewoon gespijbeld van school. Toen is heel snel jarig geworden. En toen hoefde ze nooit meer naar school. Dus nu gaan we weer terug. Poging 2. We gaan weer proberen om de vampier te versieren. Jongens, het kost altijd allemaal zoveel tijd. Ja, mooi. Ziet er hier ook gezellig uit. Hey! Dit hadden we ook toen bij Boerin Maris. Dat toen al die dingetjes zo om het hek heen hingen. Oké, dan gaan we weer. Nou, gaan we weer. Hallo? Oké, we mogen weer naar binnen. Dat gaat goed. Maar dan nu. Ze is nog steeds gespannen. Waarom is ze zo... Hou op met die telefoon. Waarom is ze zo gespannen? Vindt ze het gewoon eng of zo dan? Waar is hij ook? Is hij überhaupt thuis? Eigenlijk. Oh ja, daar. Kijk, hij is weer bij zijn orgel. Oké. Wat zei ze nou? Als je op jezelf klikt, dan kan je via het stukje acties... kan je een groep vormen. En dan moet ik hem toevoegen aan mijn groep. Kijk, en op die manier kan je dus samen op de bank zitten. Als ik dus nu hier ga zitten... Kijk, kan je samen zitten. Dankjewel, Ilona. Dat werkt supergoed. Dankjewel voor je goede tip. Maar hij is nog aan het spelen. Ja? Gaat het gebeuren? Dit gaat gebeuren. Oké. Dan kunnen jullie in de tussentijd eventjes leren kennen. Oh, hij is wel vrolijk. Sulsu. Ja, dit gaat goed. Dit gaat goed. Ze heeft echt nul plezier. Ja, ik hoop dat ze nu een beetje plezier krijgt. Maar ze heeft ook een zware jeugd gehad, hè, jongens. Niet vergeten dat ze haar ook gewoon hebben achtergelaten bij het meer en zo. Weet je nog? In het onweer. Daarom is ze zo bang nu voor onweer. Daar komt dat door. Daar ging het allemaal mis. Dat paars met zwart ziet er wel heel stijlvol uit. Oh, dankjewel, Mechteld, voor je superchat. Ja, dat vind ik ook. Ziet er echt leuk uit. Oké, we gaan naar zijn hobby's vragen. Oeh, dit ging niet goed.
Oeh, dit gaat niet goed. Even kijken hoe een... Dit gaat niet goed. Ze hebben nog niet zo heel veel band met elkaar, zeg maar. Oh, maar dit was weer beter. We gaan hem even een oprecht compliment geven. Maris, een vampier is toch niet bang van onweer? Nee, maar goed, Bloem is geen vampier. Bloem is gewoon een mens. Ze is alleen heel erg geïnteresseerd in vampieren. Wat vindt mijn scheetje van het huis? Ja, geen idee eigenlijk. Die was druk bezig. Maar zij is inderdaad bang voor de storm. Oeh, we gaan even heel enthousiast zijn over vampieren. Dat zal vast indruk maken. She have the Roy. Ja, hij vindt het wat. Klik op meer en dan op liefde. Oké, meer keuze. Maar is dat niet al een beetje te vroeg? Want we hebben nog niet echt heel erg veel... nou ja, net zoveel als met de aangetrouwde moeder, blijkbaar. Niet meteen weer op je telefoon! Nee, stomme telefoon. Meer keuzes. Liefde. Ik ga me een gewaagde vraag stellen, jongens. Oh, hij stopt helemaal ervoor met spelen. Hij lijkt echt heel oud, maar als ik hem op hem klik, dan staat er jong volwassen. Oei. Nee. Voor liefde is het nog een beetje te vroeg, jongens. Zie je dat? Ik ga hem even... Echt een creep. Nou, kom, we gaan hier weer samen zitten. Misschien komt hij weer bij me zitten. Dit gaat nog niet echt heel best, jongens. Dit liefde was echt niet een goed idee. Kijk dit balkje. Oei. Ja, hij is oprecht eng. Ja, toch, Annalyn? Ik vind het ook echt een creep. Maar nee, jullie stemmen al zo ontzettend lang. Voor de mensen die trouwens nu voor de eerste keer kijken en denken, waarom zitten we dit te doen? Was niet mijn idee, hè? Mensen in de chat zaten allemaal, ja, nee, je moet een vampierenbaby maken. Jullie zitten er al zo lang om te vragen dat ik denk, oké, nu is het moment. Nu ga ik het doen. Hij wil niet eens op de bank zitten. Kom op de bank. Oké, nee, dat wordt hem niet. We gaan gewoon hier naar hem toe om met hem te kletsen. Ja, dat wel. We moeten even zijn aandacht. We moeten even zijn aandacht trekken, maar het is niet makkelijk. Daryl was makkelijker. Heel veel makkelijker. Hij is wel echt moeilijk. We gaan hem vragen naar zijn smaak en inrichting. En we gaan ook... angst voor vampieren opbiechten. Sst, nee, dat heb je niet. Naar hobby's vragen. We gaan alleen maar interesse in hem tonen. Dat vindt hij vast leuk. Oh, ze gaat gewoon even lekker bij zitten. Nee, gaat niet goed hoor, jongens. Oh. Nee! Oh. Nee, dit gaat goed. Dit gaat super. Dit gaat heel... Waarom is het zo moeilijk? Waarom is het zo moeilijk? Weet je hoeveel generaties ik al probeer om met hem een relatie te krijgen? Nou, gaan we gewoon kijken dan. Misschien moet ik ook gewoon niet te veel kletsen. Misschien is dat het probleem. Je moet eerst redelijk goede vrienden worden. Daarna gaat het wel wat makkelijker met de liefde. Ja, dat idee had ik sowieso. Maar ik vind het hele vriendschapgedeelte met hem al wel lastig. Je probeert hem te kletsen? Nee, doe maar gewoon niet meer. Hier, bied je excuses aan. Dat is altijd een goed begin. Het spijt me dat ik zoveel op zit te kletsen. Oh, dat is ook niet goed. Oei. Jongens, je gaat niet goed. Vriendelijk. We gaan naar zijn carrière. Vragen. Daar is hij weer. Ja, ik dacht even dat hij me weer in de steek had. Maris is te gespannen, ja. Oh, dat zal ook niet meehelpen. Maar waarom is ook zo gespannen? Ja, door het lage plezier. Oh, en door die griezelige muziek te horen. Ja. Maar dan moet je niet zo creep uitzoeken. Als je daar niet van houdt. Dat ze matchen volgens mij echt totaal niet. Oh nee, wie is dat weer? Durf na Lorenzi, warble speedel gat.
Wat? Wat? We vragen of hij mijn outfit wil zien. Alledaags. Kijk, hij wil vast naar mijn outfit kijken. Nee, het gaat nog niet best. Het gaat nog niet best. Ja, ze moet eerst een beetje blij worden. Ja. Dat lijkt me nog goed. Dit gaat niet goed. Dit gaat niet goed. Verboden woorden roepen? Nou, doe maar niet hoor. Doe maar niet. Jullie kunnen net niet zien, want ik zit hier. Kijk. Verboden woorden roepen. Nou, doe maar niet. Oké, ze moet eerst even iets minder gespannen worden. Weet je wat we doen? Kids op bed is stream kijken. Ah, gezellig. En dankjewel voor je superchat. Voor Stefania, Niels, Jannes, Ian, Max. Ik hoop dat ik het goed zei. Even kijken. Oh, het gaat weer beter. Nee, het gaat beter, gaat beter, gaat beter, gaat beter. Zag je dat? Dit ging beter. Kijk, zij denkt ertussen dat dan die man met die zak. Zie je dat? Oké, we gaan even een grappig verhaal vertellen, jongens. Tijd om het wat luchtiger te maken. Hij was gewoon op een kleine paddenstoel Robert Witte Stip aan het zingen. Ja, ik hoorde het, ja. Ze moet iets doen wat ze leuk vindt. En dan gaat het plezier omhoog. Ja, ik had gehoopt dat ze dit toch leuk vond om te doen. Nope. Wat vindt zij leuk om te doen? Ik weet het eigenlijk niet zo goed meer. Wat vindt zij leuk om te doen? Kunnen we dat ergens zien? Wat vindt zij leuk? Jezelf boik. Oh, dit gaat beter. Oh, kijk, 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 dit gaat beter. Ze is inmiddels blij. Kijk, dus misschien gaat het nu beter. Waarom die man met de zak? Ja, ik weet het niet. Ik denk omdat hij zo vaak is voorgekomen in haar jeugd. Ze vindt hem echt niet aardig, volgens mij. Nee, maar het gaat beter. Kijk maar. Het gaat beter. Het gaat beter. We gaan grapjes maken over politici. Dat is altijd leuk. Dat is altijd leuk. Ze kan de muziek uitzetten, dan is ze minder gespannen. Ja, maar is het niet omdat hij die muziek maakt? Maar eens even kijken. Hoe is het nu met haar? Nog niet heel veel plezier. Ze is ook wel een beetje moe. Kijk, zie, ze is gewoon echt niet blij met deze muziek. Hij moet gewoon echt niet die muziek maken. Denk ik. Opfleuren. Oeh, nee jongens, dit gaat niet goed hoor. Dit gaat niet goed. Je moet opfleuren klikken waar een groen balkje bij... Oh, hij komt weer speciaal hier. Ik vind elke keer weer... Ja, hij doet wel een soort van zijn best, denk ik, of zo. Ik weet het niet, maar... Nee, gaat niet echt soepel, hè? Nee, gaat helemaal niet soepel. Hij is ook zo weird. Ja, die vampier is echt heel moeilijk. Maar het gaat me lukken. Hier, ik ga suggereren dat de moeder een lama is. I don't know. Oh, Maris, je moet even foto's met hem maken. Via je telefoon, dan gaat je relatie omhoog. Oké, hoe doe ik dat? Ik weet niet hoe dat moet, hoor. Foto's maken op mijn telefoon. Ze zit alweer op de telefoon. Sociaal. Ik kan wel een foto maken voor social media. Een selfie of zo. Oké, wel ja, joh. We hebben even een foto gemaakt voor ons Instagram dat we in een vampierenhuis zijn. Maar die muziek is ook verschrikkelijk, hoor. Ik snap het ook wel. Ik vind die muziek ook echt verschrikkelijk. Oké, nog een keer. We gaan. Kijken. Wat kunnen we nog meer doen, jongens? Ze is moe. Oké, weet je wat we doen? Ik ga weg. Ik ga weg. We gaan terug. We gaan weg. We gaan weg. Ze gaat slapen. We hebben nu in ieder geval een klein beetje een band opgebouwd. Wat we gaan doen? Ik ga gewoon terug naar mijn huisje. We gaan slapen. Even wat eten. Zorgen dat we in ieder geval... Dat ze helemaal 100-100 is. Ik denk dat het dan sowieso makkelijker gaat. Dat ze gewoon echt helemaal blij is. En dan gaan we dan daarna... Nee, doe nog maar niet mee. We doen even opladen. We hebben al, poeh, al deze intensiteit moeten even opladen. Ja, dat doet ze gewoon even lekker in de eentje. Doei, doei, boekvlog. Slaap lekker. Een band opgebouwd. Ja, een klein beetje. Ik zou nog niet zeggen dat ze echt een band opgebouwd, maar een klein beetje. Zo een klein beetje kennis maakt. Ze moet echt even slapen. Kijk, dit is dus niet de bedoeling, hè? Dit wil ik dus niet hebben, hè?
Ga eens even uit het bed. Ga eens even gewoon hier lekker in je eigen bed zitten. Nee, nee, jij slaapt daar niet meer. Nee, kom op. Dit is jouw huisje. Hier ga je slapen. Oké, dit gaat nog niet goed. Hoe wijs je dat bed toe? Want vroeger kon je altijd zeggen, dit is mijn bed. Of dit is mijn huis. Of... maar dit is al jaloers op Bloems mooi paarse huisje. Ja, ik vind hem wel cute. Ik ben niet zo mega fan van deze schilderijtjes. Maar ik vind het voor de rest van het wel schattig eigenlijk. Maar... ik probeer het met die man met de zak. Nee! Nee, 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 nee. Zo makkelijk kom je dit kind niet vanaf. Ik ga... dat balkje in het rood betekent dat je een slechte relatie hebt. Ja, I know. Maar het is al iets beter dan helemaal. Nee. Maar je wil gewoon rechterkant toewijzen en dan daar klikken dan op bloem. Oké. Rechterkant toewijzen aan bloem. Maar ze moet eerst even slapen, oké? En dan doen we dit wel voor hen ook. Dat zij al gewoon echt even hun eigen bed, de linkerkant van het bed toewijzen aan zichzelf. En dan doen we Maris Hippie, rechterkant van het bed toewijzen aan Maris Hippie. En Storm doet bed toewijzen aan Stormpje. Oké, dat iedereen echt op zijn eigen bed heeft. Anders vind ik het irritant. Anders gaat het niet goed. Kan zij dat? Kan zij zelf dat bed toewijzen aan? Ik denk het wel. Volgens mij is het goed gegaan. Oké, zij ligt nu even lekker te slapen. De rest die vermaakt zich denk ik wel. Dus ik ga hem even wat sneller zetten. Ze zoeken het maar uit hoor. Zij redden zichzelf maar gewoon. Ik ben even op een missie. Gaat toch allemaal prima? Stormpje leeft. Gaat allemaal goed. Zie, connecties gaan goed. Meurt hier allemaal lekker. Gaat goed. Alles gaat goed. Maris, ben ik nu gek? Of zie ik een middelvinger bij Bloem? Nou, dat heb ik niet gezien. Maar wat zit zij nou weer te kijken? Oké, nou dat valt mee. Oh! In de tussentijd stuurt mijn man mij foto's. Die zegt, ja, ik wil je niet storen of afleiden. Maar hij stuurt even een foto van iets wat hij net in elkaar heeft gezet. En dat ziet er zo leuk uit. Oh. Oké, maar ik kan het jullie niet laten zien. Maar wij zijn in de tussentijd druk aan het klussen. En mijn man die is nu in de tussentijd even verder gegaan. Maar dat ziet er echt heel erg leuk uit. Echt heel tof. Dus, maar meer kan ik er niet echt over zeggen. Maar die witte dingen die ik dus net kwam laten zien, die horen er ook bij. Maar die hadden er niet zo uit moeten zien. Dus die moeten we dan toch maar weer even terugsturen. Dus dan, hè, delays. Als je een dak boven de planten groeit, dan groeit alles. Ja, dat wilde ik vorige keer doen. Maar dan verloor ik die 64 tegels. Dus ik weet niet of dat nog steeds kan, zeg maar. Is hij nou een keer uitgeslapen? Nee. Kijk, doe even sneller slapen. Oh, het gaat echt niet goed. Nee. Waarom is de Sims spelen zo moeilijk? Ik wil wel zien wat je man aan het maken is. Ja, dat kan ik niet laten zien, of wel? Nee, ik kan het niet laten zien. Maar we maken er een video van. Ja, jullie zijn nu nieuwsgierig, hè? Ja, en we maken er een video van, oké? Dus dan kunnen jullie het zien. En ik hoop het dinsdag af te hebben, die video. Maar ja, het ligt er dus een beetje aan hoe erg alles mee zit met de bestellingen ook en zo. Doe mijn best, oké? Even geduld. Ik ga er verder nog niks over zeggen. Nou, slapen. Schiet eens op. Maris heeft een wortelplant onderzocht en het werkboek bijgewerkt. Oeh. Moeten ze hier nooit slapen trouwens? Midden in de nacht. Waarom slaapt dit kindje nog niet? Totaal niet moe. Weet nou, zij wel hoor. Dat is echt super ongemakkelijk. Rustig. Waar is ze? Tuurlijk weer niet hier. Ze gaat gewoon taart eten. Nee. Je hebt toch niet per se... Oh jawel, je hebt wel heel veel honger. Ja, maar je moet ook douchen. Ga eerst maar douchen. Even een douche nemen. Even douchen. Kijk, gaat ze daar zitten, hè? Maar oké, de zusje mag wel. Is het een nieuwe studio? Misschien. Misschien. Maar dat zien jullie dinsdag. Het zou wel verklaren waarom het hier een beetje anders eruit ziet, hè? En zo opgeruimd is. Slaap lekker, iedereen die moet slapen. Je moet gewoon even op Bloem haar deur klikken en dan deur op slot doen voor iedereen behalve Bloem. Ja, maar dan kan die creeper ook weer niet in. Dus nee, ik denk dat het zo goed gaat. En de zusje mag wel gewoon binnenkomen, hoor. Dat is verder niet erg. Maar ze moet wel in hun eigen bed slapen. Oké, nu gaat ze even eten. En ze moet echt even plezier hebben.
Storm, hou jij eens even op met op de computer zitten. Kunnen we voor ons dat ze van computer games gaat? Nee, want dan zit ze altijd op mijn computer. Weg. We gaan een spel spelen. Een Sims voor altijd spelen. Kijk, misschien krijgen ze daar wat meer plezier van. En daarna even wat eten. Dit vindt ze leuk. Ja, kijk. Oké, top. Ze gaat even lekker dit spelen. Lekker de Sims spelen. Daar krijg je superveel plezier van. Zie je dat? Kijk maar. Huppa. Even plezier, plezier, plezier. Zometeen even wat eten. Want ze moet even helemaal goed in het groen zitten. Nodig hem uit op je eigen kavel. Ja, gaan we dat daarna proberen. Maar ik wil wel echt dat ze zich in ieder geval even echt even lekker fit voelt, zeg maar. Ik mag voor het eerst wat langer kijken. Ach, gezellig alleen. Ik moet slapen, dat is wel jammer. Maar ik ga morgen wel weer verder kijken. Ja, is goed. Hij blijft gewoon online zijn. Ik kan gewoon terugkijken. Slaap lekker, Crea-stijl. En voor iedereen die natuurlijk gaat slapen. Nou, die Sims van jou, die moeten ook echt eens geen slapen. Ja, I know, maar dat doen ze niet. Maar kijk haar plezier in de tussentijd. Hoppa. We gaan even wat eten. Ja, je moet wel weten uiteindelijk wanneer het klaar is met spelen. Het is nu tijd om te eten. We gaan... Hoe laat is het? 9 uur 's morgens. Ontbijten. Oh, doe een lekker fruitsalade. Dat is wel lekker. Kijk, kijk, kijk. Lekker spelen. Maar het is nu klaar. Hup, klaar. Klaar met de Sims. Tijd voor eten. Hup, hup. Hé, Marissa, ik heb corona. Ah, ook al beterschap, Dias. Eet even een dutje. Dan kan ze met de vampier lekker flirten. Yep. Dat gaan we doen. Je moet als eigenschap romantisch. Oei. Dan weet ik niet of we dat hebben. Ik vind die vampierenman echt eng. Doe gewoon niet met die zak. Nee. Want dan kom ik er nooit meer vanaf. Want wanneer komt er nou een vampierenbaby? Wanneer ga je nou een baby maken met die creep? En met die engert? Nou, dat dus. Dat gaan we dus nu doen. Want anders dan blijf ik dit houden. Lekker lekker bezig zijn. Watermeloentjes, appeltjes. Ziet er vet lekker uit. Hopla. Is het klaar? In een schaaltje. Oh, lekker! Ja, dat hoeft niet zo ruig, hoor. Dat mag ook best wel iets rustiger, zeg maar. Het ziet er minder lekker uit. Lijkt wel bladeren. Maar, oké, even eten. Nee, niet opruimen. Oh, het is nog niet klaar. Ik had nu nog in kleine schaaltjes. Ah, kijk. Oh, dat ging ze zelf, had ze zelf ook op bedacht. Waar gaat ze het dan nu eten? Ja, gaat ze het wel dan daar eten? Oh, dat mag. Dat vind ik schattig. Nee hoor. Waarschijnlijk gaat ze daar zeker op bed zitten. Om daar te eten. Waarom? Waarom zou je dit doen? Waarom? Waarom moet je per se daar zitten eten? Waarom? Oh, oh, oh. Wat erg. Je bruine journal is echt geweldig. Goed papier. Ah, oh, dankjewel, Mechteld. En dankjewel ook voor je superchat. Leuk om te horen. Nou, eet nou. Hou nou om met kletsen. Hup. Eet het gewoon. Oké, energie. Ah, oh, nou nog even snel een dutje. Jongen, jongen. Bijna klaar hoor. Hup, even snel slapen. Even snel, hup, 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 hup. Even energie erbij, want anders is ze zometeen weer moe als die creeper eindelijk is. En dan moet het lukken. Nou, zijn we toch gewoon alsnog meer dan een uur verder hoor, voordat het eindelijk eens een keertje lukt. Jongen, wat is dit? Eeuw! Eeuw, eeuw, eeuw! Eeuw, maar eeuw! Even, wat is hier gebeurd? Waarom heb ik allemaal van deze enge dingen in mijn huis staan? Wat is dit? Waarom? Wat? Hè? Wie heeft dit hier neergezet? Ja, hoezo zijn er kabouters in mijn huis? Hoezo is dit? Nou, die gaan we inderdaad verkopen, hoor. Krijgen we weer geld voor. Ik vind het best. Hé, hey, hebben we trouwens dit ding ook al verkocht? Nee, die kunnen we ook nog verkopen. Oeh, die levert veel op. Hoppa. Die levert veel. Oh, ik ga het ook echt allemaal met ben de verkeerde persoon verkopen. Ben trots op je Maris. Verboden woord gaat goed. Oh, nee. Dankjewel, Margie. Ja, het verboden woord gaat tot dusver soort van goed. 7 keer is natuurlijk niet per se heel goed of zo. Oh, die kabouters die zijn gewoon van het oogstfeest. Oh, daarom. Maar dan hoeft er toch niet zoveel in mijn huis te staan. Dat is een beetje creepy, hoor. Maar dankjewel, Margie, voor je superchat. Lief van je.
Oké, deze gaan we verkopen. Dan hebben we weer voor wat geld. Kunnen we hier inmiddels alweer wat verkopen? Ja hoor, verkoop maar. Enorm gewaszaadjes kopen. Knoflookzaadjes kopen. Nee. Hier, alles verkopen. Hopla. En hierbij kunnen we hier ook iets verkopen. Alles verkopen. Alles verkopen. Kijk, kijk, kijk. Kijk, kijk, kijk. Kijk, terwijl ze toch lekker ligt te slapen. Slaapt ze nog steeds? Ja, hier. Zijn wij in? Ze staat even dik geld aan het verdienen hoor. Dikke money hier zo. Hey Maris, hoe gaat het? Het gaat goed met mijn sterren. Hoe gaat het met jou? Maris, je kan het zo'n woordenwoord zeggen, maar dat het niet meetelt. Ja, dat is waar. Ricardo! Ik denk niet dat hij er naar luistert. Denk niet dat hij er naar luistert. En dan telt hij nu zeker weer niet, hè? Nou, nu is het dan wel weer verboden wordt. Ja, nee, maar dat was alleen maar voor de... Zie je, zo streng zijn mijn moderators, hoor. Ik weet het zeker. Is ze nou al een keer uitgeslapen? Kom op. Hup. Even snel dan. Want daarna is ze natuurlijk weer honger. Moet ze weer douchen. Moet ze weer naar de wc. Heeft ze weer een stinksok. Moet ze weer de afwas doen. Weet je wel, dan wie weet hoe het gaat. Schiet niet op. Je bent nu volwassen. Het is tijd om baby's te maken met die vampier. Ja, Maris, daar ging je. Foei, zegt Annelien. Nee, ik had het niet gezegd. Ging goed. Ik had het niet gezegd. Ze stonden net ook in dat andere huisje terwijl je daar speelde. Soms heb ik echt het gevoel dat je een beetje blind bent. Ja, oh, dat zou kunnen hoor. Ik mis soms heel veel dingen, maar dat komt omdat ik ook op zoveel schermen tegelijkertijd aan het kijken ben. Dat ik niet op alles kan letten de hele tijd. Maar ik doe mijn best. Maar jullie kunnen beter opletten dan ik. Dat is makkelijker dan voor mij. Ik was heel even weg. Wat zijn die tuinkabouters in je huis? Nou, die zijn verkocht. Toen zij lag te slapen. Nou, genoeg geslapen nu. Klaar ermee. Ik heb dat meisje zit ze weer te spelen hoor. Wakker worden jij? Klaar? Nee, je hoeft niet te gaan zitten poetsen. Je mag jezelf even leuk aankleden. In je blootje gaan. Nee hoor, dat is wel heel overdreven. Gaan we zo. En dan gaan we... dan gaan we even kijken. Even kijken. Hoe gaan we dit doen? Mee uitvragen? Nee. Uitnodigen om te chillen op de huidige kavel. Ja, ik ga mijn vriend bellen waar ik een hele goede band mee heb opgebouwd. Is dat anders? In plaats van het verboden wordt. Nee, ik durf het niet te zeggen. Ik ga het niet zeggen, want ik weet zeker dat ik daarvoor gestraft word. Kun je hem niet uitnodigen bij jou? Ja, dat ga ik dus nu proberen. Ga ik nu doen. Ik weet niet of hij wil komen, hè? Nou, we doen niet aan oogstfeest. Oh, nou, laat maar staan. Zou die langskomen? Wat denken jullie? Nee, blijf gewoon hier. Blijf gewoon hier. Hou op met al die mensen. Kom, blijf gewoon hier. Hierheen gaan. Als het goed is, krijg je zo meteen bezoek. Van de creep. Zo moeilijk om deze gast altijd te versieren. Zo mijn best gedaan, hè? Zo mooi meisje ingericht. En alles helemaal klaargemaakt voor hem. Wat gaat ze doen? Oh, poetsen natuurlijk weer. Het is wel handig hoor, dat ze uit zichzelf gewoon alles schoon hebben, maar ook wel vervelend. Maak foto's met hem, want dan gaat je vriendschap heel snel. Ja, maar hoe doe ik dat? Hoe doe ik dat, hè? Kijk, gaat ze daar zitten opruimen? Zou die ook komen? Ik ga sowieso deze deur op slot zetten voor die ouders. Wat komen die hier nou weer doen? Oh, laat maar raden, ze gaat hier naar het toilet. Je hebt een eigen wc. Ja. Want zij is daar natuurlijk weer ongemakkelijk omdat het een smeerboel is. Maar kom daar dan ook gewoon niet. Ga dan gewoon weg. Ga gewoon lekker naar je eigen huis. Laat die smeerboel de smeerboel. Oh, er stond dat hij geen zin had. Oh, kijk, zie, was ik weer blind, hè? Ik weet niet op te letten. Oké, nou, let's go. Dan gaan we gewoon weer naar hem toe. Hij heeft ook geen last van al die mensen hier. Wat een gedoe. Al die mensen op dat plot. Nee, ik ga gewoon even lekker in mijn eentje reizen. Klaar met de storm. Ik ga niet mijn zusje meenemen. We gaan lekker alleen op naar Vladimir Strauss. Zo heet hij toch? Toch? Nee. Vladislaus.
Wie heet het nou weer Vladislaus? Dat is toch geen naam? Vladimir Strauss. Vanaf nu. Hup, Vladimir, here I come. We weten niet wanneer de stream stopt, inderdaad. We stoppen gewoon wanneer we geen zin meer hebben. Op je telefoon kan je foto's maken. Ja, ik dacht dat ik dat net al probeerde. Maar oké, we gaan het nog een keer proberen. Op de deur kloppen. Lekker in het donker. 'S Avonds laat. Ga ik altijd helemaal stil praten als ik hier ben. Dat is spannend. Lekker Maris, ja, we hebben goed bezig. Vladimir, hier ben ik weer. Hij houdt van zingen, hè? Kan ik niet gewoon even lekker vrolijk met hem komen zingen of zo? Hij is alweer weg, hoor. Echt, deze gozer. Maar ik denk dat we hier gewoon echt over 10 jaar gewoon nog steeds bezig zijn om band op te bouwen met Oh, ik heb niks gezegd. Oh, hij is gewoon al hier. Oké. Dit gaat goed. Foto's delen. Wel ja, misschien vindt hij dat ook wel leuk. Ga samen naar de karaoke. Ja, dat is een goed plan. Ja, dit gaat goed. Ja, dit gaat goed. Dit gaat goed. No, dit gaat helemaal niet goed. Oké, we gaan reizen naar... En we nemen Vladimir mee. Vladislaus. Normaal zou je al 100.000 keer eeuw gezegd hebben. Ja, maar ik vind het ook een creep. Maar goed, we gaan dit doen. Gaan naar de stad. Waar is de karaokebar? Was hier toch erg? De karaokebar. De planeet Honingknetter. Let's go. Daar willen we heen. Ik heb een Vladislaus meegenomen, hoor. Slaap lekker, Wim. Ga samen in de karaokebar, samen chips eten. Dan heb je gelijk geen trek meer. Hij wil niet. Hij is weer niet mee. Hij wilde niet. Ah. Kom op nou. We gaan hem weer bellen, oké? Dat kan ook volgens mij gewoon meteen via hier, toch? Een vrolijke sms sturen. Hè, hij is zo moeilijk. Hij is echt zo'n zeur. Haat Vladislaus. Kom op, je houdt van zingen. Je vindt het hier leuk. Oké. Als ik hem nu uitnodig om te chillen om de huidige kaart... Wat zat zij daar te doen? Hoezo ga je hier zo zitten douchen gewoon? Random in de stad in je blootje omdat het regent. Kom op, kan je dat niet gewoon in je achtertuin doen? Dat doe je toch niet daar? Dat is toch raar? Dat doe je toch niet? Hij wilde zeker weer niet, hè? Laat maar raden. Hij wilde weer niet. Oké, we gaan weer terug. Het is hier heel gezellig, maar oké, dit is niet mijn doel. We gaan weer terug. We gaan weer terug naar Vladislaus. Vladislaus. Vla in de saus. Let's go. We gaan weer terug. Hij kan niet in het daglicht. Nee, hij is ook zo moeilijk. Oké, wacht jongens. Mijn drink is op. Ik pak even wat te drinken. Momentje. Yes. Een saaie vampier, ja. Echt, hè? Echt een saaie vampier. Nou, wat heb ik met mijn haar gedaan? Dat zit ook helemaal alle kanten op. Ja, we noemen hem vanaf nu Vladesaus. Ja, die Vladesaus. Echt verschrikkelijk. Oh, wat heeft zij aan? Deze outfit heb ik nog niet aangepast. Ik ga nog een keer proberen. Hoe voel je je? Je moet er even plassen. Misschien mag je bij Vladesaus... Vladeslaus. Dat wordt steeds erger. Misschien mag je daar plassen. Proost, hè? Oh. Zit hij weer als orgel? Dat vindt hij echt het allerleukste om te doen. Oké, we gaan hier wel even naar het toilet. Dat heeft ze zelf volgens mij ook al bedacht. Als een kampioen gaat ze daar plassen. Hey, Saab. Hallo. Ja, welkom thuis. Was je buiten? Oh, je bent helemaal koud. Je bent helemaal koud. Dat doe je snel hoor. Dan kunnen mensen die ook staan. Wil je niet? Wil niet. Ik wil per se hier zo staan, maar dan zien jullie er net niet. Oh jawel, nu een heel klein beetje. Alleen de staart. Oké, ze is even lekker aan het plassen. Nee, niet jij. Jij moet niet lekker plassen. Ja, hallo, hallo. Nou ja, we moeten toch iets met het orgel. Chocoladesaus. Hoe gaan we chocoladesaus versieren? Want hoe krijgen we een goede vriendschap? Hebben jullie een goed idee?
Probeer te flirten met Vladisaus. Ja, ik probeer niet hoor, want dat gaat helemaal mis. Bimbus. Hoi, ja, daar ben ik weer. Ja, hallo, ik kom weer op bezoek. Ja, hartstikke gezellig. Gaat goed. Plusjes, plusjes. Ja, we moeten even gewoon zorgen dat het even in het groen terecht komt. En zodra het nou even in het groen terecht komt, dan kunnen we wel, weet je, meer doen, denk ik. Dan kunnen we ook wel dat flirten en zo. Ik dacht dat Sabi aan het plassen was. Ja, nee. Niet Sabi. Als je selfies maakt met je telefoon, dan word je snel vrienden. Oké, okay, gaan we proberen. Hoe maak je foto's met je telefoon? Even kijken hoor. Doen we dat hier? Ja, hij is weer weg. Een baan vinden? Nee, dat mag allemaal niet. Brandweer bellen? Nee. Oh, selfie nemen. Oh, foto maken met. Foto maken met, ja, Vladisaus. Kom hier, Vladisaus. We gaan een foto maken. Chocoladesaus! Waar ben je? Het is tijd om foto's te maken. Oh, daar is hij. Oké, okay. Als we nu niet snelle vrienden worden, hè? Ah! Oh, die is echt leuk. Oh, dat heb ik nog nooit gedaan. Dit is leuk. Oh, hij is echt eng. Zij is echt zo leuk. Oké. Okay. Klik. Kan hij ook iets uitgezoomd? Nee, dat niet, hè? Hij kan niet uitgezoomd. Oké. Okay. Nou, doen we hem zo. Boep. Is het goed genoeg? Ja, oh. Maar toch, hun band is echt nog steeds kakkie. Of ligt dat nou aan mij? Oké, okay, dit gaan we nog een keer doen. Dit was echt een goeie. We gaan nog een keer foto maken met Vladislaus. Kom hier. Je hebt een liefdesbalk. Ja, daarom. Dat begint nu wel een beetje te komen. Oh, nog een keer. Yay. Weer precies dezelfde foto. Ah, oké. Okay. Maakt niet uit. Is oké. Okay. Als je weer precies... Nee, ik neem maar een heleboel. Zo, er moet er vast eentje tussen zitten die leuk is. Dit is goed. Ja, dit is inderdaad echt een goede tip. Dank jullie wel. We gaan nog meer foto's maken. Kom, nog meer. Ja, dit is zo leuk. Dit is leuk. Foto's maken is leuk. Ja, er staan er weer hetzelfde op. Maar dat is oké. Okay. Neem er nu eentje hoor. Want ik heb het idee dat we deze foto nu al vaak genoeg hebben. Dit gaat beter. Ze zijn eigenlijk best wel cute samen. Nee. Hallo. Die stoel is ook. Ja. Nee, oh nee, niet de volle laag. Zal ik het proberen, een versiertruc? Denk dat het echt... Was dat zijn versiertruc? Oké, okay, ik weet niet of ik nu te vroeg ben hiermee hoor, maar we gaan het gewoon proberen. Misschien doet het ze wel goed. Ja hoor, ja hoor. Oh, dit gaat goed. Ja, dan kunnen we ook al een klein beetje flirten. Oh, hoezo is ze nou weer gespannen? Nee, maar waarom gespannen? Vanwege de muziek. Alweer dat orgel. Ze krijgen echt de rillingen van dat orgel. Ja, ik snap het wel. Oké. Dit gaat nog wel goed. We gaan hem omhelzen. Hey, zo dichtbij zijn we nog nooit geweest, hè? Oeh! Dit gaat goed. Eerste kus. Let's do it. Let's do it. Oh jongens, als dit me lukt, jongens, dan ben ik zo blij. Ik zit al klaar voor de screenshot. Ja hoor. Ah, got it. Oeh. Oeh, yeah. Nou, dat is echt een hele goede stap hoor. Oeh, dit mis ik. No. Doe meer van dat soort kusjes. Oeh, jongens, nee. Kijk, wat gaat hij opdrukken? Wat een idioot. Jullie zitten ook helemaal... Oeh, ja! Yeah. Nu baby maken. Ja, maar ik weet niet of dat nu al kan. Hij moet sowieso ook nog wel bij me komen wonen. Vaste verkering vragen. Laten we daarmee beginnen. Ja, dat was eng. Doe dat maar niet meer. Ja!
Oké. Hij is nu mijn vaste vriendje geworden. Hoezo bekijken? Wat? Nee, dat klikt verkeerd. Zullen we eerst even een kindje proberen te maken? Het kan wel. Maar een beetje snel, hè, jongens. Laten we eerst maar even bij hem komen intrekken, oké? Okay? We doen eerst even oh ja in de douche. Ik vind dit nu wel schattig. Ja, ik vind hem nu ook niet meer zo'n creep. Hij is nu wel leuk. Ja, kijk, zie je, hij is echt wel leuk. Oké, okay, ik heb hem gewoon te snel beoordeeld. Hij vond gewoon die andere gewoon te oud. Hij is natuurlijk een jong volwassen. Kijk, zij moet helemaal lopen naar de douche. Dat is dan wel sad. Hij kan natuurlijk gewoon vet snel. Ja, het lukt. Het lukt. Het lukt. Na al die maanden. Oeh. Oké, wacht, jongens. Jongens. Oeh. 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 Oeh, ik heb me toch een leuke thumbnails. Je kan haar vampier laten worden. Nee, echt? Nou, ja, best cute, hè? Ja. Ze zijn best schattig samen. Dit gaat helemaal goed. Kijk, ze naar de liefde maken onder de douche, joh. Waar is jonge kijkers hier? Nee, die liggen nu wel allemaal lekker op bed. Ja, kan wel. Ze zijn kusjes aan het geven onder de douche. Kan wel. Al die ouders van die kids hier. Ja, en vuurwerk aan het afsteken onder de douche. Dat is niet zo veilig. Dat moet je beter maar niet doen. Kijk, zie? En aangekleed. Hopla. Tikkeltje awkward. Oh. Kus op de wang. Kus op de wang. Ik ben 10, zegt Patrick. Oh, ga maar lekker slapen. Oeps. Nou, ze gingen kusjes geven onder de douche. Niks raars. Nee, helemaal niks aan de hand. Oké. We gaan verder met het spel. Gelukkig is het jullie eigen idee altijd, hè? Ik weet van niks. Ik weet van niks. Oké, wat we moeten doen. We moeten... Even kijken. Vorige keer hadden we dat we hem een sleutel konden geven of zo. Wacht, weet je wat we gaan doen? We gaan reizen naar mijn eigen plot. En we nemen hem mee. We gaan reizen. We nemen hem mee. Oeh, kijk hoe goed onze relatieband is. Maar is weet je zeker dat ze op bed liggen? Nee, ik denk het ook niet. Maar het zijn er niet heel veel. Een paar maar. Oh, wij hebben daar op school over geleerd. Nou, dan is het goed. Hoort ook bij het leven. Ik was weer even weg. Nu weer lekker bezig, Maris. Dankjewel, Rosa. Hoe lang is de stream al bezig? Ik ben net thuisgekomen van een disco met mijn klas. Ah, oh, wat leuk. Nou, toch echt al 2,5 uur. Hey, we gaan Vladislaus meenemen. Wil hij nu wel met me mee? Hij ziet me daar. Oké, dan nemen we hem mee naar mijn huisje. Maar dan moet ik wel eerst even heel snel de deur blokkeren voor mijn ouders. Anders dan komen ze de hele tijd binnenlopen. Dat wil ik niet hebben. Dat wil ik niet hebben. Oké. Wacht even hoor. Even wachten, even op pauze. Dan doen we deze even. Voor specifieke... Oh, die hippie zit er nog in. Ga weg. Doe je nou weer daar? Hierheen gaan. Even, zij moet er even uit. Hup, weg. Want anders kan ik die deur niet op slot doen. Dan kan ze er weer niet meer uit. Oké. Dan gaan we even deze deur voor specifieke Sim vergrendelen. Nee, dat moet zij niet doen, hè? Nee, dat moet zij niet doen. Wacht. Dan moet even die. Voor specifieke Sim vergrendelen. Kijk. Hoppa. En doe ook al voor de zusje. Huppa. Lekker rust in mijn huisje. Waarom is hij weg? Hij is niet weg, toch? Hier. Nee. Ga hier naar binnen. Kijk, hij snapt hem wel. Hierheen gaan. Oh, ze zit hier ook binnen. Wat doen ze allemaal daar? Kom, ga weg daar. Je mag hier helemaal niet in. Ja, nou kan je er zeker weer niet uit. Hé, wat een gedoe. Wacht even voor jongens. Wacht even, dit gaat helemaal verkeerd. Zij moet er nog wel uit kunnen. Kijk, kan ze er nu uit?
hierheen gaan. Weg gaan jij. En zodra ze buiten is, ja, top. Ik wil ze niet meer zien daar in dat huis. Weg, klaar. Oké, laten we naar binnen. Oeh. Kijk hem daar nou zitten. Hij voelt zich al helemaal thuis. Ja, we gaan lekker... Wat gaan ze nou doen? Waarom gaan ze helemaal naar buiten hiervoor? Waarom gaan ze helemaal naar buiten? Is er binnen niet genoeg ruimte? Ah, zijn we verliefd. En je kan ook de computer vergrendelen voor andere mensen. Dan gaan ze er ook niet meer naar binnen. Nou, ze gingen er net ook naar binnen om daar te plassen. Dus ze gaan er voor alles naar binnen. Oké, we moeten nu even zorgen dat huissleutel geven. Kijk, dan kan hij in ieder geval altijd lekker naar binnen. Nou, ze zijn echt wel lief met elkaar. Kijk nou, om ze over wang strijken, omhelzen, complimentjes geven. Maar ik kan hem volgens mij nog niet uitnodigen om bij me te komen wonen. Meer keuzes. Nee, hè? Nog niet. Nog niet. Omhelzen. Kan wel. Oh, hij is even weg, hoor. Oh, hier is hij weer. Oh, hij gaat ook gewoon lekker op de computer. Kijk hem nou, hippe vampier. Zou je met Rick in een tiny house willen wonen? Imke! Imke! Oh, het ging zo lang goed. Daarvoor moet je nog even iets betere vrienden worden. Oké, dan gaan we nu even proberen... Ik ga me in ieder geval uitnodigen om lekker te blijven slapen. Of gaat ze dan al meteen slapen? Ze heeft vooral honger. Oké, nee, dan doen we dat nog even niet. Ja, woeps! Oh, ja, echt... Niet leuk. Niet blij mee. Over echt piepklein huisje opscheppen. Ja, dat moet ik wel even doen. Want dan wil hij hier misschien wel komen wonen. Als we heel veel positieve dingen vertellen over dat piepkleine huisje. Jawel, dat kan je ook wel bij vriendschappelijke acties doen. Oké, ga even kijken. Meer keuzes, vriendelijk. Meer keuzes. Nee, het staat er nog niet tussen. Het staat er nog niet tussen. Het staat er nog niet tussen. Hey, aanzoek doen. Kijk, jullie vriendschap is nog niet goed genoeg om een aanzoek te doen. Kijk, dat is het. Oké, we gaan meer keuze. Liefde. Nee, vriendschap, hè, moest ik juist. Vriendelijk. Discussiëren over gamestrategie, want blijkbaar heeft hij interesse in gamen. Nog meer foto's maken? Ja, dat hielp ook, hè, met de vriendschap. Doen we die daarna? Yeah. Even kijken, hoor. Waar zat het ook weer? Hier, geloof ik, hè? Ja. Foto maken met... Heeft hij ook honger, zeg maar? Als in wat eet hij? Zeker weer... Waar is hij heen? Waar is hij nou naartoe? Oh, daar. Het is zo leuk hoe die deur open en dicht gaat. Dit kan hij niet lopen. Hij kan niet lopen. Hij kan alleen dit. Was je man ook zo romantisch? Of is mijn scheetje dat nog steeds? Of is hij dat nooit geweest? Ja, mijn Melissa, je stelt hele gemene vragen hier. En dat weet je zelf ook donders goed. ja, mijn man die is ook altijd wel heel romantisch, ja. Ik niet zo. Ik zei... ging precies goed. Het was gewoon een rrr. ja. Hey, effe. Waar is Vladimir? Vladisaus? Hoe heet hij nou? Waar is hij? Is hij weggegaan? Moeten we hem bellen? Waar is hij nou? Ja, ik wil wel babytjes maken. Maar dan moet ik wel weten waar hij is. Eens even kijken. Nou ja, hij staat nog wel mee uitvragen. Mee... Kijk. Of niet? Ik zie, ik kan hem niet uitnodigen of zo. Dus hij is hier nog wel ergens. Maar waar dan? Oh! Oh, is het hier? Oh, interesting. Ja, en zij stinkt weer. Het stinkt... fucking chaos. Nee, goed kan ik dit, hoor. Kan dit heel erg goed. Met zoveel Sims zorgen.
Dit gaat super, super goed. Oké, we gaan blijkbaar met z'n allen in dit microhuis zitten. Ja, joh, kan mij het ook schelen. Maakt het ook uit. Ik ga weer eventjes een foto maken met chocoladesaus. Let's go. Ik heb de wc gefixt hoor. Ja, je kan weer veilig plassen. Het gaat allemaal weer goed. Nou, we staan weer precies hetzelfde op de foto. Maar andere achtergrond. Nice. We hebben echt een heel... Ja hoor. Een heel fotoalbum zo meteen vol. Met al die foto's. Ja, je kan zo naar de wc. En nou snap ik waarom jullie allemaal bij mij naar het toilet kwamen. Ja, lekker dan. Doei. Fix je eigen problemen. Moet je niet bij mij wezen. Oké. Kan ik Vladisaus ook meenemen hier naartoe? In plaats van dat ik daar zit te dweilen de hele tijd, zeg maar. Kan ik hem... kan ik hier rechterkant toewijzen aan? Nee. Oh. Ik dacht, misschien kan ik hem toewijzen aan die Vladisaus. Hi Maris, gezellige stream. Binnenkort moving out. Ah, dankjewel Noompje voor je superchat. Ja, dat wil ik wel weer hoor. Maar dan moeten we eventjes... ik denk dat het dan Rick en ik met z'n twee gaan doen. Want met z'n vieren wilde het niet lukken. Maar ik wil het wel heel graag spelen. Ik heb het nog niet verder gespeeld. Want dat wilde ik wel bewaren voor de stream. Kijken jullie nou in de chat allemaal vragen stellen over mijn man? Nee. 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 Jullie staan aan mijn kant. Jullie moeten me niet zo vaak het verboden woord laten zeggen. Ik wil graag dat hij even hier in het huisje komt. Maar op een of andere manier blijven ze allemaal maar hier. Wat is dit nou toch? Ja, waar gaat hij weg? Waar gaat hij heen? Gaat hij naar buiten? Waar is hij? Oh nee, weer daar. Oké. Nou, we gaan even kijken of ik hem al meer keuzes. Liefde. Aanzoek doen! Ja, die laatste foto was genoeg. Oké, daar komt het, mensen. Hou op. Wanneer heb ik dat gezegd? Wanneer heb ik dat gezegd? Wanneer? Ik weet helemaal van niks. Ik zie wel dat mijn camera uit is in de tussentijd. Die zet ik eventjes aan. Zo, maar wanneer heb ik dat gezegd? Wanneer? Je zei... Mijn man en ik. Ik liep even iets achter. Oh. Oké, zij is een dutje gaan doen. Nee. Nou heb ik dit inderdaad ook helemaal niet meegekregen. Ik kon een aanzoek doen. Hou op met slapen. Belangrijke dingen eerst. Meer keuzes. Liefde. Aanzoek doen. Kom. Doe dan maar gewoon daar in het stinkmuurhuis. Kom op. Let's go. Hij verdwijnt steeds. Kan hij ook gewoon even op dezelfde plek blijven? Oh, kijk, hier. Oké, prima. Prima. Er komt het moment, jongens. Zegt hij ja? Yeah! Oh yeah! Het is gelukt! Het is gelukt! Ze gaan trouwen! Yeah! Finally! Oh man, deze vent is zo moeilijk. Oh, die hebben zo meteen allemaal dislikes. Maakt niet uit. Ze gaan trouwen. Oké. Kan ik nu ook zorgen, komt hij hier nu dan ook bij haar intrekken, zeg maar? De bruiloft plannen. Onmiddellijk met Vladisaus trouwen. Ja, let's do it. We gaan onmiddellijk trouwen. Voordat hij me zo meteen in één keer niet meer leuk vindt. We laten er niks overheen gaan. We gaan meteen trouwen. Oh, je zei, waarom stellen jullie allemaal vragen over mijn man? Nou, zo dom. Af en toe ben ik zo dom. Oh, het gebeurt, jongens. Gewoon hier. Gewoon precies op de plek waar de moeder en de moeder ook zijn getrouwd. Niemand kijkt, niemand boeit het wat. Maar wij kijken met z'n allen. Anthony. She did it. Uh-huh. Ja hoor. Volgens mij wil die Vladisaus. Nou, gefeliciteerd met de trouwerij maar eens. Dank je. Ja, cute hè. Vladisaus. Oei. Sorry dat je door mij Rick noemde, love. Geef niet hoor, Noompje. Dankjewel voor je superchat. Samen intrekken, yeah!
Kom er maar bij. Kom erbij. Oeh, nice. Hij neemt ook nog geld mee. 20.000. Nice. Nou, kijk hem nou goed bij het gezin staan, jongens. Niks meer aan doen. Hij komt bij mij wonen. Nou, dan hebben we nog een sim om te besturen. Joepie. Oké, dan gaan we de rechterkant van het bed toewijzen aan. Laat die saus. Kan niet. Oh, die hoeft natuurlijk niet te slapen. Oh, nee. Hij heeft zeker zo'n kist nodig. Nee. Ik kan hem ook nog scheiden. Schatje krijgt zo wel veel aandacht. Mechtel zegt, je schatje krijgt zo wel veel aandacht, hè? Ja. Dankjewel voor je superchat. Ja, ja, ik let er maar overheen. En jij weet waar dat is? Oh, wat? Weet je nog dat ding waar je mee... Wat? Waar ik die schroef mee heb gemeten, wat? Digitale meter. Oh! Gefeliciteerd met jullie huwelijk, nu een baby. Dankjewel, gefeliciteerd met jullie nu nog een baby. Ja, die ga ik proberen te maken. Rick zal me allemaal vragen. Leuk dat je alweer 4 maanden lid bent, Sherry. Dankjewel. Ja. Nee, ik denk dat die... Ik weet het niet. Ik heb geen idee. Een gekke massage. Nou, deed ook zeer. Oh, ik zei het weer. Liefje! Oeps! Nou! Hij vindt het volgens mij gewoon alleen maar al te interessant dat zijn naam zo vaak in beeld komt. Niet leuk! Te moeilijk! Je zei het weer. Je zei, mijn man zegt allemaal vragen. Oh, oké, we gaan verder. We gaan verder met het spel. Niet verder met... Ging bijna mis. Niet verder met al zijn vragen. Oké. Oh, waarom daar, jongens? Waarom daar? Why? Wat is dit? Oké, nou, ik ben aan het proberen om een vampierenbaby te maken, hoor. Vampierenenergie? Wat is dit, jongens? Er gaat een hele nieuwe wereld voor me open. Ik heb me in een hele moeilijke situatie gebracht, of niet? En jullie wisten dit, hè? Dat is waarom jullie dat wilden, dat ik dit ging doen. Toch? Maar kijk. Ze maken nu baby's. Maar ik heb dus ook blijkbaar vampierenenergie. Vampieren gebruiken vampirische energie om krachten uit te voeren... en zichzelf te beschermen tegen felle zonnestralen. Heel stel vampirische energie door te slapen... of duistere meditatie te gebruiken. Oh, jeetje. Oh, hij gaat lekker meteen tv kijken. Oké. Nou, zullen we dan maar? Ik weet niet hoe het werkt hoor. Ja, iedereen is erbij. Hè? Kan allemaal in de Tiny House Challenge, jongens. Het is één grote chaos. Ik ga naar de wc. Ik ga een zwangerschapstest doen. Vrienden zijn. Het is mijn man. We zijn getrouwd. Oké, moment. Het moment. Krijgen we vampierenbaby, ja of nee? Krijgen we vampierenbaby? Is het? Ja! Ja! Het is gelukt! We krijgen vampierenbabies! Het is gelukt! We did it! Nu moet een kind chocobloem mee. Yay! We did it! Chocobloem! Ze is in verwachting van chocobloem! We did it! Oh my, wat erg. Waarom zit het ook allemaal in één huis? Ik weet gewoon ook niet hoe ik ze hierin krijg. Niemand wil hier. Waarom niet? Het is zo'n mooi huis. Zo mijn best voor gedaan. Maar nou moet er een wieg. Kan misschien nog wel hier. Jee, als eindelijk komt er een vampierenbaby. Het was het zeuren, het wel waard, haha. Dankjewel, Saartje, voor je hoge superchat. Dank je. En inderdaad, eindelijk wat komt er een vampierenbaby. Wat is het verboden woord? Rebecca vraagt, wat is het verboden woord? Het verboden woord is... Je weet volgens mij heel goed wat het verboden woord is. Je zit me gewoon te plagen. Kijk, als ik die prullenbak daar zet. Hè? Als we dat zo doen. Bij die spiegel, dat kan best wel. Kijk, spiegel is nou een beetje opzij. Zo doen we de prullenbak helemaal daar. Dan kan ze er nog best wel langs. Dan kan hier wel het wiegje staan. Voor tijdelijk.
En dan weet ik nog niet hoe we het uiteindelijk oplossen met dat bed. Want dan wordt het weer één grote chaos. Dan wordt het waarschijnlijk weer nachtkastje, koelkast en dat soort ellende om het weer goed te zeggen. Om het weer goed te maken en alles erin te laten passen. Maar, dan ga ik nu stoppen. Het is gelukt. We hebben een vampierenbaby in haar buik zitten. Ze zijn getrouwd. En dan gaan we de volgende keer kijken wat voor baby eruit komt. Maar ik denk dat ik daar niet heel blij van ga worden. Want volgens mij noemen we dat kindje emo-saus. En schijnbaar zijn vampierenbaby's niet zomaar baby's. En ik heb het idee dat ik daar nog wel een flinke uitdaging aan te krijgen. En ik heb volgende keer 6 mensen om te besturen. Dit wordt sowieso chaos. Dat kan niet goed. Dan krijgen ze me al niet eens in dit huis. Wedden dat zij zometeen die baby ook hier erin prakt. En dat dan die baby hier weer erbij zit en zo. Ik zal trouwens volgende keer voor dit huisje ook weer even leuk inrichten. Dat het ook weer gezellig is. Maar best wel een pittige challenge nog. Het is best wel uitdagend om dit voor elkaar te krijgen. Nee, niet stoppen. Ja joh, we zitten alweer. Het is al 10:15. We zitten alweer een lange tijd te streamen, hoor. Maar is je geld, je geld. Oh! Wow! Hoe komen we aan zoveel geld? Is dat omdat we zijn getrouwd? Kregen we dat er toen gewoon nog bij? Dat was echt heel... Ja, hij heeft natuurlijk dat enorme huis natuurlijk nu weggedaan. Wow, kijk hoeveel geld we hebben. Nou... Daar gaan we het wel mee redden hoor. Er wordt helemaal niet meer gewerkt hier. Ja, de trouwmonies natuurlijk. Ja, ik was natuurlijk weer blind. Hè? Daar zat ik weer niet goed op te letten. Die vampier is natuurlijk hartstikke rijk. Ja, en daarom was hij ook zo moeilijk om te versieren waarschijnlijk. En dan komt hij hier wonen, hè. Woont hier zo'n vampier. Nou, daar zal de buurt over gaan roddelen hoor. Dat Isapje. Dat kan toch niet anders. En dan vampierenbaby. Ik ga weer laat snel opstaan voordat we zometeen dit kwijt zijn. ASAP, ja. Oké. Zo, gaan we weer hier naartoe. Dit was leuk. Dat was toch gelukt. Ik ben echt heel blij dat het gewoon gelukt is. Want, zo. Hoe lang zijn we al wel niet bezig om die Vladisaus... Ik dacht echt dat die Vladimir heette trouwens. Om die Vladisaus voor elkaar te krijgen. Het is eindelijk gelukt. Eindelijk. Het is niet per se een vampierenbaby. Oké, dus het kan dat het een vampierenbaby is, maar het wordt het niet per se... Die staart, ja, zou ik helemaal zo langs me heen. Oh, de kant op, maar ze zag net sushi binnenkomen. Dus toen sprong ze van mijn ene leuning van mijn stoel zo vloep naar de andere kant om daarheen te gaan. Ik hoop nu zo dat er een drieling uitkomt. Dat wordt echt lekker chaos. Dat kan ik echt niet aan. Dat kan ik echt niet aan. Dan ga ik echt huilen de volgende stream. Vanille Vladisaus. We hebben wel goed gekozen voor het verboden woord, ja. 10 keer. Blijkbaar zeg ik dat toch iets vaker dan wat ik denk. Ik zei in het begin nog, hè? Oh, maar makkie. Want ik noem... Oeh, dat ging toch weer bijna mis. Ik noem mijn schatje. Stream, Maris. Ah, dankjewel Shirley. En dankjewel ook voor je superchat. Ik vind mijn schatje... Wat ging ik zeggen over mijn schatje? Oh ja, dat zei ik nog in het begin. Ik noem mijn schatje heel vaak niet bij zijn naam. Dan zeg ik toch altijd liefje, liefje. En alleen op stream zeg ik vaker. Maar als ik over jou praat, dan noem ik je wel altijd bij je naam. En blijkbaar praat ik in mijn stream heel vaak over je. Dus dat is eigenlijk juist wel heel erg lief. Ik heb me echt moeten inhouden. Ik heb heel vaak mijn man, scheetje, pteetje, poepie, poepie. Nee, dat heb ik helemaal niet gezegd. Hoe heten al je katten? Onze oudste kat heet Sushi. Onze tweede kat heet Poki. En onze jongste kat heet Wasabi. Maar die noemen we eigenlijk altijd Sabi. Ja, jij noemt hem wel vaak eigenlijk Wasabi. Wasabi! En daar luistert ze echt super goed naar. Welke taartjes vindt mijn scheetepateetje lekker? Nou, volgens mij die van vorige keer, Jennifer, waren heel goed bevallen hoor. Dankjewel, Freya666, Devil Flame666, plakte een supersticker. Dankjewel voor je supersticker. Wasabi! Ja, sushi en wasabi en een spooky. Allemaal. Ja, vonden we wel bij elkaar met je. Allemaal idioot. Zegt Rick. Hey. Zeg het voor... Oh, nou, iemand zei het. Zeg het verboden woord, please. Nou, daarom zei ik het. Heus niet. Dat was expres. Dat was expres voor jullie. Zodat jullie nog even lekker op die knop kunnen rammen. Doe maar. Dan worden jullie zo blij van. Lekker. Ja. Duurt nog lang.
duurde nog lang. Ja hoor, ja, oh daar komen ze, daar komen ze. Woeps. Ja, woeps. Oh, dat is wel snel, hè? Was Margje? Die zo snel drukte. Ja, nou. Ik vind het wel lief dat ik het zo vaak over je heb. Ik vind het niet zo erg. Doe please Choco Bloemen als naam er is. Ja, misschien, misschien. Ik laat jullie volgende keer wel stemmen, goed? Oh, en ze vinden trouwens dat jij de stream moet afsluiten. Omdat het zoveel over jou gegaan is in deze stream, moet jij de stream afsluiten. Nou, dat vind ik inderdaad absoluut. Dan zal ik nu vertrekken. Bedankt voor het kijken. Tot later. Nee, maar moet je wel leuk doen. Kom, ga lekker zitten. Kom, ga lekker zitten. Wil je ook nog een geluidje op je oren? Nee. Kan je even lekker luisteren? Zit je raar in die stoel? Ik neem helemaal jas mee, hoor. Het is niet dat ik iets anders aan het doen was of zo. Maar geef niet. Ik kom wel eventjes je werk afmaken. Ja, maak jij eens even mijn werk af. Zo, jongens. Welk spel gaan we doen? Oh, gaan we nog wel doen? Oh, nee. Nee. Dat moeten we een keer doen. Kunnen we samen GeoGuessr doen? GeoGuessr? Dat is toch maar één Geo? GeoGuessr? Oh. Hoe heet dat dan? Oh, dat spel. Oh, ja, ja, ja. Ja. Rick met die golf. Ja, het vind je niet mooi? Uitdruk. Ja, maar Rick is vandaag... Oh, ik heb nu echt zo vaak... Ja, Rick. Ja, maar jij mag het wel zeggen. Oh. Alleen ik niet. Maar ik heb het volgens mij echt net 4 keer gezegd. Ja, nee. Maar nee, ik ben aan de kap geweest, ja. Dat klopt. Nee, nu is het klaar, toch? We gingen afsluiten. Nee, ik was nog even wat aan het, aan het ontwerpen. Aan het 3D printen. Ik ga eindelijk weer eens 3D printen, jongens. Dus daar ga ik jullie nu de hele tijd over vertellen. Oh. Dus gaan jullie er even voor zitten? Nee. Oh. Ja, nee. Dat mag wel. Doe maar. Ik wil nu weten over je 3D printen. Ja, maar het werkt nog niet. Ik ben nog lang niet klaar. Ilona die vraagt hoe het met je eigen Twitch zit. Oké. Nou, dit was de stream. Ik hoop dat het volgende keer beter gaat. Ik weet nu wat de fout ging. Nee, niet weggaan. Het is wel gezellig. We gaan toch? Nee, het is wel gezellig. Ja, maar nee. Ik wil je doen. Ik heb helemaal geen zin ik in dit. Ik kan helaas niet naar Crea doen. Oh. Hey Sabi. Oh, ze kan helaas niet naar Crea doen. Oh, jammer Mechteld. Maar dankjewel voor de superchat. Hey Sabi. Sabi is al weg. Ja, Sabi is al weg. Maar zij lopen een beetje achter, hè? Ja, dat... Een uur. Een uur? Ja, toch? Zit toch in Engeland? Hè? Ja, dat is echt aan. Zo, dat duurde lang. Kijk, papegaaien los zegt, jij maakt mijn dag echt geweldig. Kijk, ik wil het aan mijn best doen. Jij komt 2 minuten stom hier zitten. Ja, maar. Ik zou vertellen over je 3D-printer en dan maak jij mensen hun dag weer geweldig. Nou, leuk. Nee, ze hadden het nog tegen jou. En de hele stream ging ook al over jou. Ja, maar dat doe je zelf. Je kiest toch zelf het verboden woord? Jij bent toch de baas? Ik niet, hè. Je voert die pol toch in? Ja, maar zij zeggen dat. Oh, je kan het ook gewoon negeren. Dat doe ik ook altijd. Rikje ziet er leuk uit. Nou, dankjewel. Of wat vind jij dat? Hoi. Ja, ook. Hé, maar ik wil eigenlijk echt even verder. Want we hebben dit project waar we het niet over mogen hebben. En ik had iets bedacht wat ik wilde doen. Maar als dat voor dinsdag af moet, dan... Dat printen duurt ook altijd wel eventjes. Oh, wat ga je maken dan? Ja. Daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Ja, nou, zij ook. Ja. Zij, maar die mocht het ook nog niet weten. Morgen weer, vraagt Marielle. Nee, denk het niet. Ik weet het wel zeker van niet. Ik heb wel een beetje hoofdpijn. Een beetje kuchen en zo. Nee, ik heb een testje gedaan net. Ik heb niks. Echt waar? Nee, ik heb nog steeds niks. Nee, hoe kan dat nou? Nee, kan jij dat nog nooit krijgen? Nee, gewoon onzin. Ja. Nou, niet waar. Wij hadden vorige keer alle drie in huis. En Rick was de enige die het niet heeft gekregen. En niemand. Ja, maar ik doe dan gewoon die stokjes altijd gewoon zo hier. Ja. Oh, ja, ik heb allemaal achter in mijn neus om roeren tot in mijn hersencellen overlopen. Nee. Roer alles eruit. Ja, ik heb altijd corona. Ik kom daar dus. Ja. Hé, hey, maar ik ben blij dat het achteraf alsnog werkt. Ja, het werkt hartstikke goed. Stream. Je had het goed gepikt. Dankjewel. Ja, het was een beetje een rommelig begin. Het was ook een beetje gedeeltelijk mijn schuld. Want de bot was gecrashed. Dus ik had uiteindelijk door het herstarten... Ik zei het nog! Door het herstarten had ik wel de dinges gefixt. Maar hij bleef op nul staan, want die bot die zei gewoon niks. Maar ik zei het toch! Nee, ik heb dat niet gehoord. Hebben jullie dat gehoord? Jawel! Doe maar even duimpje naar beneden in de chat. Nee, als je... nee! Ik zei het toch! Ik zei het in het begin nog. Ja, dat is waar. Okay. Oh, Sophie ligt in het ziekenhuis. Maar jij maakt mij weer vrolijk. Ah, oh, beterschap.
voor... Ja, beterschap. Wie? Ik kom naar 11 april jarig. 10 april kom jij, Fleur? Oké, dan ben ik... 10 april ben ik er niet. Jawel. Nee. Jawel. Oh. Jij bent er ook. We zijn wel creatief. Ik had gezegd, van misschien is het leuk als het niet al te druk is, dat ik misschien in de Discord wel even live ga, zoals we daar zijn. Dan doe ik eventjes gewoon zo van, kijk hoe we erbij staan. Dat leek me wel leuk. Dus als je dat nou wil, kom dan even in de Discord hier. Kijk, zo doe je dat. Discord, doe je dan. Maar kijk, ik heb dat moderator. Ja, maar die weten nog niet dat ik dat ga zeggen. Nee, nou, even geduld. Kijk, hier maak je nog naar Discord. Zo snel. Discord, super ja, kijk, ik dacht al. Super snel zijn ze. Ja, zeker, de chat loopt achter bij mij. Ja, ik weet het. De chat loopt bij iedereen achter. Laat je goed drinken. Ja, ik denk dat ik hem ook maar moet nemen. Het enige wat ik een beetje jammer naar vind... Ja, jouw oren zijn is dat ik mezelf zo hoor. Maar dat kan je uitzetten. Ja, dat weet ik. Maar dat ik juist aan, mezelf omdat jij niet meer. Vindt dat ik anders hard kan schreeuwen. Ja, dat werkt ook wel. En alsnog schreeuw ik, of niet? Of minder? Nou. Oké. Oké, nou. Ja. Kijk, allemaal duimpjes naar beneden, Rick. Ja, voor dat zei ik. Nee, jij het niet had gezegd. Slecht gedaan, Rick. Nee, niks daarvan. Ze vonden dat jij het niet goed had. Nou, oké. Nou, hey. Ja. We gaan afronden. Ik denk dat we gaan afronden. Dat lijkt me een goed idee. Kun jij met je 3D-ontwerp waarvan niemand weet het wordt en ik ook. Ja, misschien dat het ook niet in de video komt. Waarschijnlijk dus was het eruit. Niet een succes. Dan weet je dat ook. Waarschijnlijk knip ik het er toch gewoon uit. Net zei het echt heel leuk. Zelfs hier uit de livestream, gewoon dit stuk. Het einde knippen we er gewoon af. That's my life. Nee. Oké, nou, dank jullie wel allemaal voor het kijken. Wat zijn we geëindigd qua score? 11? Rick. Oké, bye! 284. Oké, doei jongens. Nee! Ja. Oké, dit is echt de laatste keer. Oké. Hey, het was leuk. Nee, blijf van die knop af. Ja, dat ga ik nu doen. Dat kan ik. Ik moest het toch afsluiten. Dat wil je het zelf doen. Nee, ga doen maar weer lekker zelf. Nee, niet zo boos. Grappig hoor. Doe nou. Oké, jongens. Vond je dit nou leuk? Vergeet dan zeker niet te subscribe. Oeh, dat is zo vaak zeg ik Rick op een dag. Rick, wil je me helpen? Rick, kan je me helpen? Rick, kan je me... Dat klopt wel. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende stream. Hou ons in de gaten. Subscribe als je wil weten wanneer het is. Want ik heb ook geen idee. Later! Doei!